Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Retrospectie op deze zondag. Het is al lang 4 uur geweest en bij deze onze verontschuldigingen voor een latere aanvang. Maar alles is nu in gereedheid om van start te gaan. Nogmaals, welkom. We zullen zoals gebruikelijk bespreken zaken die zich hebben afgespeeld in Suriname en misschien eventueel in de wereld de afgelopen week. En dat doe ik vandaag samen met Gloria Botse en de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Sommo-Hardjo. Het is precies 1 jaar voor de verkiezingen. En met de minister zullen we praten over de stembusgang, de voorbereidingen en alles wat daarmee samenhangt. Minister, welkom. Gloria, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Het eerste onderwerp dat ik wil bespreken, we hebben het vaak hierover gehad in het programma en waarschijnlijk wordt dit ook niet de laatste keer. Er zijn weer problemen bij Huize Asiana, het bejaardenhuis. En als we naar de geluiden luisteren wat het probleem daar nu is, is dat de regering of de overheid de subsidie nog niet heeft overgemaakt. Kennelijk omdat de directie onvolledige subsidiepapieren heeft ingediend. Maar wat me in deze eigenlijk stoort, is dat het achterhouden van die subsidie, daarmee doet de overheid, doet de regering, niet de directie wat. Het is de mensen, de bewoners die gedupeerd worden, toch? Mensen die in hun nadagen van hun leven eigenlijk afhankelijk zijn van anderen. Toch? Mensen die moeten rusten, moeten genieten van hun oude dag. En dat ze nu afhankelijk zijn van anderen. En dat nu zo met een situatie omgegaan, dat vind ik heel erg. Toch? Ik wil het bijna onmenselijk noemen als een dergelijk beleid wordt gevoerd. We zagen het ook bij andere regeringen. Dat subsidie wordt niet betaald, want papier aan de boom en noem maar op. Ik vind dat als het management vanwege incompetentie, geen goede administratie of subsidieaanvraag kan maken, dan moet je die handel ontslaan en competente mensen benoemen, toch? Laten die goede verslagen maken, zodat die subsidie regelmatig of op tijd wordt betaald. Maar dat je de mensen daar laat aanmodderen en ze blijven maar zitten. En elke maand of om de 2 maanden. Bij je live, we kunnen hier onze klok afstellen. Over 2 maanden praten we weer hierover. Minister. Ja, nogmaals goedemiddag luisteraars. Als het aan mij ligt, zou de subsidie ook op tijd worden betaald. Aan de andere kant, het ministerie van Financiën is ook gebonden aan regels. Comptabele regels. Je kan niet zomaar geld uitgeven voordat het is verantwoord. Maar het klopt helemaal wat u zegt. De laatste personen die daarvan de dupe zouden moeten worden, zijn de bewoners zelf. De bewoners zijn er afhankelijk van hulp. Dus ik zou naar een manier kijken. Precies zoals u zegt, als het management niet goed presteert, bestraf het management. Maar zorg ervoor dat de bewoners van het huis niet de dupe daarvan worden. Daar ben ik helemaal mee eens. Gloria? Nou, je hebt mijn aandacht, want ik maak me hier super druk over deze mensen die afhankelijk zijn van hulp. Het is gewoon bekend dat zulke instellingen worden ingevuld met politieke posten. Hè? Mensen die loyalisten zijn, friends and family. Elke regering heeft dat gedaan. We moeten niet doen alsof het nu van nu is. Hè? Dat doen we altijd. En ik heb het ongeveer 1,5 jaar geleden ook zelf gezegd aan de directie van die schoen is te groot voor u. Ik denk dat je iemand anders moet zetten, maar zo werkt het dus niet. Wat krijg je dus inderdaad? Je subsidieaanvragen worden niet goed ingevuld. Voordat het terugkomt bij degene die het moet corrigeren, zijn er weer een paar weken blijkbaar voorbij. Er is dus geen haast erbij. Dan, de minister heeft overigens gisteren gezegd dat het is overgemaakt. Ik ga ervan uit dat het wel zo is. We hebben het vorige maand gehad dat de mensen moesten gaan staken eigenlijk. Om eten te krijgen. Van een bejaarde te huis. Om eten. Het is beschamend. We moeten ons diep schamen. En ik weet bijvoorbeeld vanuit hindoe, moslim, religie en ook bij mij als christen, dat je omzien naar senioren. Minister weet het. We kunnen niet zo omgaan met onze seniorenburgers. Management klopte van geen kanten. De minister is waarschijnlijk ook niet daadkrachtig genoeg. Met alle respect, ik ken haar verder niet. Maar we missen
competente mensen op posten. Laat me daarop ingaan. Ik ken deze minister dus wel. En zij doet wel alle moeite om ervoor te zorgen dat alles gaat zoals het moet gaan. Maar u gaf het net aan, het is al bij verschillende regeringen. Zo, dat betekent niet dat wanneer de ene regering het fout doet, de andere regering hetzelfde moet doen. Dus ik zou dat veranderen. Ik weet niet of er politieke invulling is gegeven aan de functies. Ik ken de leiding niet. U heeft contact gemaakt met de leiding. En u zegt zelf, de leiding, daar is een maatje te groot voor. Dus dat zullen we moeten bekijken. Maar nogmaals, de ouderen moeten hier moeten niet de dupe van worden. 1. En 2, de daadkrachtigheid van de minister. Niet omdat het collega's ga ik wel voor haar verdedigen, want ik weet hoe moeilijk het is om in een regering te zitten die waar je wenste dat je veel geld had, dat je alles in één keer kon uitgeven, maar nu moet je jammer genoeg elke dubbeltje omdraaien voordat je uitgeeft, dus aan haar daadkrachtigheid zal het niet liggen dat de mensen vandaar niet op. Nou, ik krient daar geen agri libi minister. Zeker weten. Nee, ik denk het niet dat zij dat heeft. Nogmaals, geen probleem, ik ken haar als persoon niet, ik heb het over de functie die ze bekleedt. Ik zeg, waarom gaan wij niet, en dat zou je je hart voor moeten maken, in het jaartje dat je er bent, ga die tarieven omhoog krikken. Weet je wat ze betalen daar, de mensen? Mm-hmm. Tussen 175 en 350 SRD per maand. Ja. Is toch te gek voor woorden? Maar aan de andere kant, Gloria, als je kijkt naar de bedragen, ook als je kijkt naar de pensioenen die sommige mensen kreeg, want een heleboel mensen betalen uit hun pensioen. Maar ze krijgen nu koopkrachtversterking. Is het ook niet veel geld? Maar ze hebben nu die 1800 die ze erbij krijgen. Nee, maar begrijp ik goed dat u zegt dat u wil dat de bewoners meer gaan betalen? Ja, absoluut. Ja. En de bewoners zelf willen dat ook. Ja, maar kunnen ze dat ook? Ja, als je met de lage pensioenen die sommige mensen kijk, het wordt vaak gezegd. Kijk, u heeft het wordt vaak gezegd, maar zodra je het verhoogt, dan heb je weer de pop aan het dansen. Het is, wij leven in een maatschappij waarvan wordt verwacht, en dat is opgegroeid al 50, 60, 70 jaar oud, dat iedereen wordt verzorgd. Waarvan, en daar moet u wordt verzorgd. Maar dat ga je niet in 2, 3 nee, jaar. Nee, maar begin toch ergens mee. Als je 1000 SRD per maand krijgt en je woont in het huis waar je 3 keer per dag eten krijgt, waar je licht en zo wordt betaald, dan gaat u 400 betalen of 500. Sorry, want voor de rest hoef je alleen maar voor je toiletartikelen te zorgen. We moeten onze samenleving gaan creëren. Zeker, een andere mindset creëren. Exactly. Klopt, ja. Want we blijven maar die chipoti mentaliteit hebben. Daar ben ik helemaal mee. Dan hebben we mensen die niet goed blijkbaar weten hoe een ingevuld moet worden, hun subsidieaanvraag. Dan zou ik zeggen als minister, ik trek het naar me toe. De president heeft toch altijd van die commissies. Dan zou ik zeggen, president, ik heb hier een commissie nodig. Want dit gaat hier fout. Het is niet de eerste keer, hè? Dat zeg ik. We kunnen vandaag hier onze klok afstellen. Over 2 maanden praten we weer. Asjana heb ik vaak gehoord. En dan is het echt, u heeft het over de ouderen. Mijn partij heeft zelfs 2 bejaarden thuis. En daar gaat het gelukkig wel goed. Die worden niet gesubsidieerd als zodanig. Waarom lukt het daar nou wel? Exactly. Waarom lukt het daar nou wel? Management. Misschien moeten wij onze expertise uitlenen aan hun. Het zijn steeds weer overheidsinstellingen die met dit soort problemen kampen. Maar minister zegt nu iets goeds, hè? Als u constateert van, hé, want u bent deel van die samenleving. U heeft ook ouders. En u ziet, daar gebeurt er iets. Hé, bij ons doen we het beter. Laat me even bellen naar de minister. Hé, luister naar minister. We hebben dit en dit hier. Kunnen wij dus nog 2 maanden niet iemand zetten om dit te gaan helpen? Het moet een structuur komen. Nou, ik zeg je toe dat ik morgen met de minister ga zitten. Het is een hele, hele hardwerkende collega. Niet dat ik het voor de wil opnemen. Maar het lijkt soms zo makkelijk minister zijn. De mensen denken, ach, ze zijn minister, rijden in een grote auto. Lijfwachten en doen het maar voor de fun. Nee, maar dat denk ik absoluut niet. Het is ook een beetje zwaar werk. Ik ga met haar zitten en ze heeft wel haar sociale hart op de juiste plek. Maar misschien hebben we hier een oplossing gevonden. Laat mijn mensen van mijn bejaarden huizen naar daar bekeken of... Ik zou je nog sterker vertellen. Ik was in een gesprek toen met de minister samen met de president. Ik was als adviseur van Ocasi. En de president heeft toen gezegd aan de minister, belt u mevrouw Botsen op. Want zij heeft ervaring. Ik wil helpen. Ik hoef geen positie. Ik hoef niet betaald te worden. Ik kom uit de sociale sector, uit Nederland. Al jaren. Ik ben inmiddels 64. Ik heb een dijk aan ervaring. We moeten samenwerken. Ze heeft me nooit gebeld, maar dat maakt niet uit. Als u nu uw expertise aanbiedt, dan gaan we daar gebruik van maken. En ik denk ook, die wet 2014 is aangenomen. Wet opvanginstellingen. Ja, ik had dat begrepen. Nog steeds geen raad van toezicht. Maar er is werk van gemaakt. Het is goedgekeurd in de raad. Maar elke keer hoor ik dat. Nee, maar het is wel goedgekeurd in de raad. Oké, dus nu moeten er mensen komen. En dan moet Asiana. Nee, echt waar. Het is trouwens het grootste senioren in de regio. Ja. Ga fondsen aanschrijven. Ja. Nog even dit. Vorig jaar heb ik een kamer gerenoveerd. Ja, in Asiana. Ik heb geverfd, zeg maar, tot deze muur. De rest van de muur,
is niet eens opgepakt van, ik zullen we het doen. Ja. De voorkant niet eens opgepakt om een lekje te geven. Ja. Management, ja. Zijn simpele dingen. Je gaat fondsen aanschrijven. Je moet die drive hebben en de passion hebben om te zien als seniorenburgers. Ja, nee. Maar dat is er bij ons wel. Goed. Ik ben blij. Laten we hopen dat het de laatste keer is. Minister heeft zijn hulp toegezegd. Dus, Eigenlijk ja, is mijn hoop van niemand al, denk ik hoor. Maar goed. Hoor je dat niet zegt? Maar mijn hoofd doet leven. Met mijn hoofd doet leven. De mensen, als, je nou hebt, als ik kijk naar hun leeftijden, hebben ze echt. Maar het is inderdaad een laatste station. Zoiets voor onze burgers. Daarom, want bij ons gaat het wel goed. Laten we kijken of bij Asjaan ook goed gaat. Okay. En ze hebben trouwens een fundraising gehouden voor toiletbrillen te kopen en kranen. De ouderen moesten een fundraising. Ja. Is toch beschamend? Ik ga het oppikken. Ja, thank you. Goed. We hebben gehad gisteren de regeringspersconferentie in verband met 4 jaar geleden. En dus 1 jaar nog te gaan naar de volgende verkiezingen. En daar heeft de president een aantal zaken opgenoemd. Prioriteiten zullen worden bijgesteld. Focus komt strakker op het sociaal programma. Woningbouwprogramma, gezondheidszorg, medicamenten. Minister, u zit er al 4 jaar bij. Bijna 4 jaar. Als u kijkt naar wat er is gedaan, eigenlijk vraag ik geen ander antwoord, maar toch stel ik die vraag. Wat is uw beeld van, gaat het beter, hebben we het goed gedaan? Of hadden we veel meer kunnen doen? Nee, ik ben iemand die kijkt naar figures. We hebben een schuld overgenomen van 4 miljard. Toen we aantraden was US er... dollar. Ja, US dollar was er een begrotingstekort van 16%. Mm-hmm. En nu is er weer een groei van 3%. Ik kan niet aangeven, toen ik aantrad als minister, was het minimumloon van een ambtenaar 1600 SRD. En nu met inclusief die koopkrachtversterking is het 8500 SRD. Mm-hmm. Van een GLO-juffrouw was het rond de 4000 SRD. En nu rond de 14.000, als ik het goed heb. Nee, we doen het niet perfect. Het kan veel beter. Maar dan hebben we ook de middelen nodig om het beter te doen. Er zijn fouten gemaakt door de regering. Maar het is niet zo dat we het land in de afgrond hebben geduwd. We hebben een land overgenomen die al in de afgrond zat en nu langzaam een beetje probeert eruit te komen. Ik kan aanleggen, als minister die het overheidspersoneelsbeleid bepaalt, kwam ik een bestand tegen van 17.000 extra genomen ambtenaren die ze niet eens konden betalen. Mm-hmm. Dus het is nogmaals, het is niet perfect, maar ik denk wel dat we stappen vooruit hebben gemaakt. Ja. Maar u zegt, u heeft 17.000 ambtenaren tenminste extra aangetroffen die niet betaald konden worden. Hoeveel heeft uw regering aangetrokken? Ik heb dat laten zien in het parlement, middels een slide. Ik heb die slide niet bij me. Maar als je het optelt, hebben we minder ambtenaren aangenomen dan ontslagen. Dus nee, er is balans. Hoeveel ongeveer? Ik ken dat niet uit mijn hoofd, maar bijvoorbeeld dit jaar hebben we, plus, als je de min en de plus optelt, 223 ambtenaren aangenomen. Dat valt mee. Dus voor dit jaar 200 ambtenaren. Als ik het, dus het is op het parlement, heb het geweest. Ik denk dat het getal is, ja. Okay, en in het jaar 2020, toen we aantraden, is er in de maand, en dan kan ik er een paar honderd naast zitten, in de maand 2020, mei, juni, juli, 5.000 tot 6.000 ambtenaren aangenomen. In 2020? Ja, net nadat ze de verkiezingen hadden verloren, mei, juni, juli, 6.000 ambtenaren. Dus dat is door de vorige regering aangenomen? Ja. Okay, en dan kan ik optellen, toch? En dan heb je 2021 ook een aantal duizend. En dan zie je 2022, misschien 223, 400 ambtenaren. En dan gaat het iets meer naar beneden. Oké. In de tweede helft zullen we praten over het ambtenarenbeleid. Gloria, je was gisteren op die persconferentie. Was je onder de indruk? Ben je onder de indruk? Zeg je van, oké, wauw, dat is een beleid dat, waar ik achter kan staan en zo hoort het? Op sommige vlakken wel, denk ik. Zie je ook een stukje stabilisatie, dat wel. Liggen nog heel veel vlakken waarvan ik denk dat als er meer gecommuniceerd zou worden naar die samenleving, dat er ook meer begrip is. Ik ben moeder van 5 zonen. Als ik alleen maar zo zeggen, doe dat en ik vertel niet hoezo, dan werkt het niet. Maar wanneer je meer gaat vertellen. Dus ik denk dat er veel meer gedaan moet worden aan de communicatie. Er was er veel herhaling wat betreft wat de president zei. En ik denk dat mensen concrete dingen willen horen. Niet zozeer van de vorige regering, dat u heeft aangetroffen.
Wat wel belangrijk is overigens hoor. Je moet dat wel benoemen. Dat, maar vooral met het oog op de volgende verkiezing zou je dat moeten herhalen. Anders gaan we dezelfde fouten maken. Exactly. En je moet natuurlijk ook weten, waarom zijn er wel ambtenaren genomen, terwijl er gezegd wordt, ambtenaren stop. Waarom ga je jezelf nu verhogingen geven qua salaris, als we verwachten dat we met z'n allen moeten inleveren? Nou, laat me daarop inspreken. Ik denk niet dat ik wil niet voor de bal uitspelen, maar ik denk niet dat de regering haarzelf een verhoging gaat geven. Dus. Wat was laatst dan die afspraak? Ik denk het niet. Ze behandelen het in het parlement, maar ik denk niet, ik weet niet of de president daarmee akkoord zal gaan. Dus. Maar houd nog even voor jezelf. Okay. Houd nog even voor jezelf. Niemand heeft het woord. Ik denk niet dat de regering. Kijk, de rechterlijke macht kan naar mijn mening wel de verhoging krijgen. De DNA-leden ook. Maar ik denk niet dat. Ik weet niet zeker. Maar ik heb in de vorige EU gezegd, als de enige groep die verhoging moet krijgen nu, is het de rechterlijke macht. Mm-hmm. Klopt. Dus, en leerkracht en verplegend personeel. Ja, zeker. Ja. Zeker. Kijk, wat ik dan ook mist, bijvoorbeeld de rekenkamer heeft laatst in het parlement, eigenlijk iedereen een flinke bolwassing gegeven, waarin zij gesteld hebben dat geen enkele interne controledienst werkt op ministeries. Nou, dat is erg als dat zo is. Ik heb het rapport ook ontvangen en wij gaan de rekenkamer uitnodigen en luisteren naar hun aanbeveling. En wij gaan al de aanbeveling overnemen, maar ik wil goed met ze in gesprek gaan. Want de rekenkamer had bij mij ook een aantal genoemd van aangenomen ambtenaren en dat hadden ze niet zo moeten opnemen. Dus ik ga met ze in gesprek. Maar als er verbetering is, dan heb ik het puur over Binnenlandse Zaken, dan gaan we dat zeker over. Maar werkt de interne controledienst bij u? Nou, ik hou me daar niet zo mee bezig met interne controle. Ik ben bezig met beleid uitzetten. Dat is een beleid toch? Ja, controle op uitgaven, is dat geen beleid? Ik hou me niet bezig met uitgaven van het ministerie. Daar ben ik niet voor. Ik ben om het beleid uit te zetten. Uh-huh. Mijn ministerie gaat over overheidspersoneel, over pensioenen, over CBB, over verkiezingen, financiën. Dat is een gedeelte van financiën. Okay. Ook op het ministerie. Ook op het ministerie. In samenwerking met contabiliteit. Ja. En dus overal, ik weet het niet. Ik heb geen nieuwe dingen gehoord. Ik vond het wel mooi, een boek is gepresenteerd. Ik moet het zien, het laatste jaar dat er nog wat gespoord kan worden. Maar laatste jaar, u weet, ik weet niet of u de vorige keer bij was, maar laatste jaar, verkiezing toch? Dat is een hele andere ballgame. Goed. Is een hele andere ballgame. Een andere kwestie die ook heeft gespeeld. Jij hebt het gehoord. Wat vond jij ervan dan? Zoals je al zei, veel herhalingen van wat we al 4 jaar horen, veel herhalingen. En eigenlijk de problemen die gemaakt hebben dat het bestuur misschien nog niet is wat het wezen moet, die heb ik nog niet echt benoemd horen worden. En wat zijn dat? Wat zijn de problemen volgens u? De problemen? Dat van het sociaal programma is niet iets van nu dat niet goed loopt. Ik denk al vanaf het programma is begonnen, het IMF-programma, en nu zijn we al bijna, we gaan naar 3 jaar. Ja, 2 jaar is verder. Toch? En vanaf het begin is aangegeven van het sociaal programma, dit en dit. Social spending moet omhoog. Ja. En het geld was er. Het is niet dat het geld er niet was. Mm. Het geld was er. En toch kon die regering, die overheid, dat geld niet vertellen. Toch? No, je hoort geluiden van IMF ondercapaciteit bij sociale zaken. En dat ministerie van Financiën moest inspringen om naar het binnenland te gaan en geld te betalen. Na 3 jaar zitten we nog steeds met sociaal programma loop achter. Nee, maar er is al veel voor. Kijk, AOV's gaan van 5,50 naar 17,50. Mensen met een beperking is van 350 naar 2500. AKB's gaan van 50 naar 200. Zwakke huishoudens zijn ook verhoogd. En wat u nu zegt, we hebben een sociale uitkering erbij gevoegd. Dat is die koopkrachtversterking van 1800 SD. Wordt volgens mij 1, zoveel miljard per jaar uitgegeven aan sociale spending. Voor mij is dat niet zozeer het probleem. Voor mij is het probleem een groot aantal, een groep mensen, ik weet niet of het nu groot is of minder groot is, krijgt onterecht. Dat is waar ik me over zit. En dan vind ik. We kunnen niet elke keer zeggen er zijn mensen in het systeem die het niet nodig hebben. En we gooien die mensen. En die mensen zijn nog in het systeem. Nou, dan is er toch iets maar fout. Maar sterker nog, dan is het systeem. Dan is het systeem. Dan is de wil er niet om het goed te maken. Ja, zullen we twee jaren lang praten over het systeem is niet goed? Het systeem is niet goed. Er zijn mensen die. Nee, maar dan kom ik weer terug op onze maatschappij. Als ik te veel zou krijgen, zou ik zeggen, ik krijg te veel, ik hoef het niet.
Ik heb het gevoel dat we soms in een maatschappij leven die niet altijd aan zelfcontrole doet. Nogmaals, ik weet ook van jou, als jij te veel zou krijgen, zou je zeggen, ik hoef het niet. Als er een systeem is, dat zegt van, ja, luister, systeem, er zijn criteria. Maar Cairo, als het systeem al 40 jaar verrot is, 50 jaar verrot is, en je neemt het als regering over, dan kan je toch niet binnen 2-3 jaar oplossen? Tuurlijk wel. Hoe doe jij dat dan? Dit kunnen we zeker doen. We kunnen niet 2 jaar lang zeggen van, er zijn te veel mensen op. Nou, hoe weet je dat er te veel mensen zijn? Er zijn toch criteria, dus daarom weet je het. Dus haal die mensen die te veel zijn eruit. Nee, maar dan zeggen wij, bijvoorbeeld met AOV, wij hebben besloten, iedereen die AOV krijgt automatisch ook die 1800 SD. Ja. Als we konden ermee wachten en dan gaan we filteren, die krijgen niet, die, maar dan gaat het paard sterven terwijl het gras groeit. Ja. Dus dan hebben we besloten, betaal iedereen maar uit en degene die te veel krijgen, moet er vanaf. Maar geen enkele persoon. Nog een directeur van dat bedrijf. Nog een directeur van een andere grote staatsbedrijf. Heeft gebeld en zegt, hou me 1800 gulden tegen. Dat is ook een stukje. Dat is inderdaad dat, zo. Kijk, maar wanneer moet even Cairo. Het moet niet altijd vanuit de regering komen. Ik steek mijn vinger op. Maar het volk kan, de mensen kunnen ons, snap je wanneer we moeten het samen doen. Wanneer ik de president op die pers kan wil zeggen van, er zijn mensen die met meerdere moneykaarten rondlopen. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Hoe? Nou, maar kijk, Cairo, en we zeggen het maar en. Over 2 maanden, dan gaan we het weer horen. Er zijn nog mensen op de lijst met 10 moneykaarten. Je zou rigoureuze handelingen moeten plegen. Net als wat Binnenlandse Zaken heeft gedaan. Rigoureuze handelingen plegen met die verplichte landsdienaarregistratie. Dat zou je ook kunnen doen met sociale zaken. Maar kijk, het zijn dingen die je... Kijk, het zijn minister, we gaan nu praten. Maar even luisteren. Als je dus zegt, het is waar wat de minister zegt. Je kunt niet in één keer. Maar er zijn zaken die je wel gelijk rigoureus kan aanpakken. Absoluut. Hoe komt het dat er nu een kladonderzoek is bij sociale zaken? Omdat daar werkers, hè, en dat is beschamend, werkers stelen van mensen. Dus die money, dat geld komt op niet ten goede van de mensen. Ja. En het systeem functioneert niet, dan moet je naar het systeem gaan kijken. ICT'ers halen een consultant en maakt het hele ding goed. En mensen die dan te veel krijgen, ik zeg ook, als je een goed systeem hebt, sociale zaken, binnenlandse zaken, financiën. Ja, je moet het linken aan elkaar. Ja, zeker. Toch? Waardoor je waar, weet... Een sociaal programma... Dus daarom... Dat had de regering al lang goed moeten waar we naartoe moeten gaan als regering is een digitale overheid. Exactly. Alles moeten we samen kunnen linken. Maar het zijn geen stappen. Je moet alles kunnen... Vanaf begin moet je beginnen. Alle documenten valideren. Alle gegevens valideren. En dat moet je in een systeem stoppen. En dan moet je de ministeries met elkaar kunnen samenwerken. En dat is soms ook een probleem. Dus wij willen wel naar die digitale overheid. En wat u zegt, als er een kladonderzoek is, ik hoop dat het snel wordt afgerond. En degenen die hebben gestolen van de mensen moeten direct in de vangen. Wat we ook dus nu moeten vergeten, ik heb bij de sociale dienst gewerkt in Nederland. Als je om een uitkering kon vragen, ging mij eerst alles van je interview checken. Heb je een auto? Sorry meneer, die gaat je auto moeten verkopen. Dan pas komt u in aanmerking. Dus werkt u bij Staatsolie, heeft u geen recht op die 1800. En klad is nu eigenlijk een soort van fraudebestrijding dingen geworden. Want daar is het klad niet voor. Maar dan kunt u ook aangeven, waar andere regeringen dat niet durfden, heeft deze regering wel de durf genomen om af te stappen van gedeeltes van objectsubsidie. U heeft het bijvoorbeeld, als je in Nederland een uitkering moet aanvragen, dan moet je een interview. Oké, dat is mooi, misschien moet dat nog komen. Maar het is wel deze regering die heeft gezegd, we gaan energie afbouwen, subsidie. Absoluut. We gaan olie afbouwen, subsidie. En dat is wel de durf die ze regering van de beste en met het afbouwen van die subsidies, komt er geld vrij om meer in te investeren in het sociaal beleid. Dus nogmaals, we zijn geen perfecte regering, maar we nemen wel de nodige stappen die andere regeringen die durfden te nemen. De subsidie wordt gestopt en de mensen bij sociale zaken stelen het. Ja. Nee, maar zo erg hoop ik dat het ook weer niet is. Maar nogmaals, als er mensen zijn bij sociale zaken die geld hebben gestolen van de bevolking, die moeten direct de bak in en voor een lange tijd ook. Want je kan niet stelen van mensen die het nodig hebben. Ik kijk naar de heer Cairo, naar de presentator die aan de overkant zit. Je moet wel hard hebben voor de mensen die het absoluut, niet hebben. Toch? En wij als samenleving moeten dat samen doen. Ja, en je moet wat je moet gaan regelen inderdaad, is dat werkelijk mensen beseffen, je kunt niet stelen, want daar staat iets tegenover. Die lijnen moeten we meer gaan, er moeten meer controlepunten komen. Daardoor, omdat het gemis is van die interne controledienst. Die check and balances moeten zeker weten. Zeker weten. Goed, ander onderwerp. Het is niet echt in het nieuws gekomen, maar er heeft zich iets voorgedaan te Papatam, waarbij iemand daar heeft brand heeft gesticht in een kerk. En de vereniging van evangelische kerken, of hoe je ze noemt,
die zijn in de pen geklommen en hebben daarover een verontwaardiging uitgesproken. Het scheen dat een meneer schijnt te zijn geweest die daar bonopraktijken uitvoert en vindt dat de activiteiten van de kerk inbreuk plegen op zijn spiritualiteit en noem maar op. En dus steekt hij dat ding in brand. Maar wat eigenlijk me verbaast, is dat ondanks er aanwijzingen, indicaties, misschien zelfs bewijzen zijn wie de dader is, dat de politie niet optreedt en ja. Ze zijn bang van bono. Ik bedoel, dat weet ik niet. Maar ik denk dat, ja, kijk, we zijn een multi-etnische samenleving, multicultureel en multireligieus. Ik denk dat we wat meer verdraagzaam moeten zijn. Nee, zeker weten. Want ook wanneer je hoort hoe bepaalde religieuze leiders, christelijke leiders vooral, praten over mensen die zich bezighouden met bono en noem maar op, dat is ook dan weer niet goed, toch? En ik denk dat die animositeit en dat soort dingen moeten we achterwege laten. En als er moet worden opgetreden tegen iemand die over de schreef gaat, is het nou een priester, een pandiet, een mulvi, een bonumang of weet ik veel wie, moet de overheid gewoon optreden. Als het duidelijk is van, hey, mevrouw Gloria heeft daar brand gesticht, moet mevrouw Gloria worden opgepakt en we gaan niet wachten en kijken wanneer en noem maar op. Ik bedoel, dit soort dingen zetten kwaad bloed en dat schept nog meer wantrouwen eigenlijk. Ja, nou, als minister waar religieuze aangelegenheden onder valt, ben ik er voor alle godsdiensten. En ik vind dat iedereen met zijn handen moet afblijven van het recht op het beleven van je eigen godsdienst. Als moslim leren wij ook, u heeft uw godsdienst, ik heb de mijne, wij respecteren elkaar godsdienst. Ik snap niet, of ik weet nog niet, of er actie tegen die meneer is ondernomen, maar dat moet zeker gebeuren. Afblijven van de vrijheid van godsdienstuiting, afblijven van andermans eigendommen, en meer met respect met elkaar omgaan, veel met elkaar praten, ook wat u zegt, geen commentaar. Als je niet iets goeds te zeggen hebt over anderen, zeg dan liever niks. Laten we dan verder gaan met het leven. Zo ben ik wel ingesteld. Ja. Ja. Dus ik hoop dat degene snel wordt opgepakt. Jij zegt dat de politie het wel weet wie de dader is en die is nog niet opgepakt. De mensen hebben aangifte gedaan, maar de man heeft de bedreigingen geuit. Ja. De man heeft bedreigingen. Hey, ik ga daar niet in brand steken, want we klets me bonu sanjazo. Yeah, maar misschien is hij ondertussen wel opgepakt. Misschien is hij. Het is al gisteren. Ja, maar ik ben eens zo de minister zegt, afblijven van elkaars cultuur. Ik ben christen, hij is moslim. De moslims en de christenen volgens mij gaan daar, zeker in Suriname, door één deur. Zeker we respecteren elkaars religie. Ik zeg niet slechts en over de moslim niet zeggen over en de christenen. Doen we dat ook niet. Ja, precies. Je respecteert dat. En dat misschien moet meer aandacht aan besteed worden, inderdaad. Respect voor elkaars geloof, respect voor elkaars cultuur, zeker weten. Juist in onze samenleving. Dat is juist de kracht van onze natie, denk ik. Dat we naast elkaar, met elkaar kunnen leven, precies. Ondanks de verschillende religieën, ondanks de verschillende etniciteiten. Alleen de politiek doet soms gedeeltes van de politiek. Omdat ik ook een politici ben, voel ik me aangesproken. Dus gedeeltes van de politiek, gedeeltes. De verkiezingsstrijd is aangebroken, we hebben gezien gisteren. Losgebarsten, kun je al zeggen. Twee politieke partijen die hebben hun strijd al aangekondigd, kan je zeggen. De ABOPL en de VHP. En we zien dat de president gisteren, ik dacht dat het een sinaasappel was het nou, of zoiets. Daarmee, hij gooide het in het publiek en daarmee was voor hem de campagne begonnen. En natuurlijk heeft hij weer daar zo'n preek gehouden als voorzitter. Maar wat ik eigenlijk, daar hoor je ook een Gayadin die zegt van we moeten 34 zetels, want we willen niemand nodig hebben om te kunnen regeren. Dan vraag je af van, maar dan, als je 34 zetels wil hebben, waarom praat je over samenwerking en dat soort dingen? Dan houd toch je mond over samenwerking en doe je ding. Toch? Dan kreeg je 34 misschien. Maar dat je dat soort dingen gaat roepen op een podium en gelijk daarna zeggen, ja, maar we zijn voor samenwerking. Je bent niet voor samenwerking. Je wil alleen dingen doen. Toch? Ik denk dat het, we hebben het al aangegeven, de multiculturele en multietnische samenstelling die we hebben en hoe onze samenleving in elkaar zit. Ik denk dat het lastig wordt als we één partij weer zoveel politieke macht gaan geven als wat we hebben gedaan 10 jaar geleden of 5 jaar geleden.
Nee, het is al bijna 10 jaar geleden. Ja, hè? Met Paul tussen toen, hè? 2015, is al bijna 10 jaar geleden. Ja. Toch, ik denk dat dat nooit meer mag gebeuren. Laat het een balans komen dat er meerdere partijen in een regering zitten die elkaar in balans houden en dat er geen gekke dingen gebeuren. Maar terugkomend op wat de president zei, wanneer ik kijk naar dit soort momenten, hè, dan zie je daar de president van het land binnenkomen. Hij wordt met alle egards behandeld die de president waardig zijn, toch? Het volkslied wordt gezongen, er wordt voor hem opgestaan. Oké. En dan worden er wat politieke toespraken gehouden. En dan staat de man, toevallig deze keer is het Santoki, na 4-5 sprekers staat hij op het podium. En daar is dan de president die boven iedereen van het land moet staan en eigenlijk de belangen van iedereen moet dienen. Dan is die weg. Dan praat hij daar en dan schopt hij tegen andere partijen, schopt hij tegen vorige partners, schopt hij tegen huidige partners. Toch, dat dan, heb ik niet gehoord, hoor, huidige partners. Dan, ik overdrijf misschien een beetje. Maar dat is toch niet wat we willen van een president. Ja, maar laat me doorgaan. Is het niet tijd, misschien kunnen we daarop reageren, yes, dat we afstappen van het systeem van voorzitter van de partij, yes, die president is. Ja. Toch? Want je ziet het, je bent nu president, mm-hmm, en 3 minuten daarna ben je voorzitter, mm-hmm, en je schopt tegen van alles wat niet van jouw partij is. Toch? Ik denk dat we moeten afstappen daarvan, tenminste zo zie ik het hoor. De politiek leider van de partij, die gaat in de politiek, die schopt tegen iedereen, van klappen van iedereen. Maar de voorzitter is de voorzitter en hij houdt zich bezig met de partij en noem maar op, minister. Nou, hier hebben we gewoond dat de voorzitter van de partij vaak ook al de trekker is van de partij. En na een gewone verkiezing de meest hoogst haalbare functie bekleedt voor die partij. Is het geen tijd om daarvan af te stappen? Nou, ik heb er persoonlijk geen probleem. Als ik kijk naar partijen in Amerika, in Nederland, waar altijd de trekker van de partij op het podium... En die is meestal de politiek leider, niet de voorzitter. Nou, maar wel het meest belangrijke persoon. Ja, en de politiek leider is de belangrijkste persoon. Maar als we dan is het voor mij make-up. Dan noem je hem geen voorzitter, maar politiek leider. Maar het blijft hetzelfde. Nee, het die functies zijn gescheiden. Je hebt de politiek leider en je hebt de voorzitter van het. Dus nogmaals, om concreet, ik denk niet dat dit een probleem is. Zolang het geen invloed heeft op het beleid van het land, zolang het geen invloed heeft op de groei van Suriname, als een voorzitter tegelijk de president is, is het voor mij geen probleem. Ik vind het prettig. Oh. Ik vind het juist mooi om te zien dat een voorzitter even zijn president pet afzet, of een minister van Binnenlandse Zaken even zijn pet afzet. Want wij zijn ook mensen, we zijn ook politici. En juist deze momenten, heer Cairo. En juist deze momenten, heer Cairo, is voor politici net de Champions League. Deze momenten leveren politici voor. Om weer huis aan huis te gaan naar het volk. Ja, om weer in contact te treden met het volk. En dan, ons land is een andere. Ons land politiek is af en toe een show eromheen. In die dubbele functies ben je kwetsbaarder, vind ik. Kwetsbaarder voor wat? Kwetsbaarder voor wat? Voor uitspraken. Voor uitspraken. Die je doet. Het moment dat je iets gaat zeggen daar als PL-voorzitter, of ja, als ABOP-voorzitter, of als NDP-voorzitter, terwijl je president bent, gaat men niet zeggen, maar je bent de voorzitter van... Ja, maar dan is het des persoons om te weten wat hij zegt of wat maar hij niet zegt. Maar dat zeg ik. Maar die dingen gebeuren, toch? Ja. En dan is het niet, hier is een voorzitter voor VAP of voor NDP. Ja. Nee, hier is een president Taki. Ja. En ik denk juist om te voorkomen, want er zijn mensen, schiet je in die andere rol. Om te voorkomen dat zaken een beetje gescheiden blijven. Zou ik ervoor zorgen, ik zei het vorige keer ook in het programma, laten we er gaan. Nee. Als je voorzitter bent van een partij, is het niet en, is het dus of. Nee, of maar, u blijft voorzitter, of u wordt president. Of we spreken met z'n allen een gedragscode af. Als je voorzitter was en je wordt president, dan treed je af. Nee, dat zeg ik. Nee, of we spreken met z'n allen een gedragscode af, dat je ervoor zorgt dat je geen uitspraken doet, wat zoals u zegt of als de heer Cairo zegt, wat je in problemen kan brengen. Of je nou voorzitter bent of president. Of we spreken af, we gaan niet meer op de man spelen, we spelen alleen op de bal. Dat kan ook. Ja, maar je weet, als mensen zijn we geneigd, je gaat daar staan, op al die hype die we hebben. Het hoeft niet. Er zijn 20.000 mensen voor je. Het hoeft niet. Ik zag gisteren ook duizenden mensen voor mij. Ik heb geen moment op de bal gespeeld. Je
je denkt van, hey, ik heb de verkiezingen gewonnen gespeeld. En je vlak naar de... Nou, dat hoeft niet, want dat had ik gisteren ook niet. Terwijl ik ook het gevoel heb dat ik de verkiezingen al heb gewonnen. Maar ik houd me in. Maar je heeft gelijk. Misschien moet daarover gesproken worden. Maar ik denk ook dat het goed is dat we na aanloop naar de verkiezingen goede afspraken met elkaar maken. Wij zijn het voorbeeld voor velen, voor de jongeren. Helemaal. En die kijken ook naar ons. En vroeger, kijk, we hadden het net over een persoon en we gaan er naar... Maar sommige mensen willen alleen maar mensen beledigen. En daar moeten we vanaf. Laten we het meer hebben over het beleid. Meer hoop geven voor de toekomst. Inderdaad, wat je zegt is helemaal waar hoor. De rolmodellen. Waar zijn die rolmodellen? Ja. Waar zijn leiders die inspireren? Ja, waar zijn leiders die verbinden? Ja, en als je dat beseft als politicus, de macht die je hebt. Het is zo mooi. Want welke legacy wil je achterlaten overigens? Ja, als iemand die zegt van ja, die was alleen maar te zorgen voor polarisatie. Ja. Die populaire uitspraken doet. Je moet juist zorgen voor die verbinding in die multi-etnische samenleving. En daarbuiten, dat verbinden is voor mij belangrijk. En om nog terug te komen op uw vorige opmerking van de heer Gayadin. Hij zegt 34 zetels. Ja. Wij... Als Pechaloor hebben juist gezegd, we willen in een regering komen die minimaal 34 zetels heeft. Een gekwalificeerde meerderheid om belangrijke besluiten in één keer erdoor te drukken. Dus wij staan wel open voor samenwerking. En het liefst in een coalitie met 34 zetels. En wij zeggen niet, dat wij pretenderen niet dat wij die vier, zeker weten dat we gaan dat samen moeten halen. Oké. Okay. Goed. Ander onderwerp ook met de politiek te maken. Gisteren hebben we gezien de lancering van... Een nieuwsrana beweging onder leiding van Guillermo Samson in Matagouri. En daar is aangegeven van luister, we willen de verkiezing of we gaan de verkiezing in. En we willen na die verkiezing een technocratische regering hebben. Iedereen die een bijdrage wil leveren is welkom. Ongeacht politieke kleur, noem maar op. Toch? Hij zegt van er wordt een profiel opgesteld en... Je zou als individu aan dat profiel moeten voldoen om in aanmerking te komen voor zeg maar bestuurlijke functies. En ze zouden zaken als family, friends, noem maar op, dat soort zaken, daar willen ze van afstappen. Maar wanneer ik dit soort dingen hoor, we hebben ook al vaker bij andere politieke partijen gehoord, ze willen technische regering, technocratische regering en noem maar op. Ja, ik weet niet als dat echt... ik zeg niet dat er geen technocraten in een regering moeten zijn. Maar een regering moet gewoon politiek zijn. Ja, gemixt met technocraten, zeker. En ik vind dat gemixt moet zijn technocraat, politici. Jong, oud, man en vrouw, een mixmax. Om elkaar te ondersteunen met als doel een beter Suriname. En over de nieuwe partij, ik wens ze succes. In de loop van de verkiezingen zullen er nog meer nieuwe partijen komen. Er hebben zich nu al, als ik het goed heb, 35 partijen ingeschreven bij OKB. Ik weet niet of ze allemaal gaan meedoen, want dat was bij de vorige verkiezing ook zo. 35 partijen. En uiteindelijk hebben maar 17 meegedaan. Dus. Het gaan we over in het tweede programma ook verder over, denk ja. ik. Oké. Okay. Nee, nieuwe partijen. We wonen in een democratisch land, dus ja, zeker. Mensen zijn vrij om te doen natuurlijk wat ze willen. Maar brengt het geen versplintering in het politieke landschap? Kan je beter niet bundelen? Want democratie is goed, maar als je 60 partijen hebt, dan... Je praat over bundelen. Ja, dat hoor. Je hoort iedereen praat over samenwerking, maar het is geen dat wel. Wanneer het op politiek aankomt. Dat we niet willen samenwerken. Of iedereen, op andere vlakken iedereen wil voorzitter worden. Of iedereen wil voorzitter zijn. Als je voorzitter was, wil je het blijven. Als er een paraplu-partij moet komen, wil niemand zijn oorspronkelijke positie op. En dat zien we gebeuren dan. Maar ik ben eens wat de minister net zegt. Je moet die technocraten samen doen met die politici. Tuurlijk. Want je hebt die kennis nodig van de technocraten die niet vanuit een politieke bril kijken, maar puur kijken van oké, statisch. Wat moet er gebeuren? En die kunnen zonder rekening te houden met een achterban bijvoorbeeld. Maar je hebt ook de kennis nodig van de politici, want politiek is geen makkelijk spel. Ik heb het niet meer in de gaten. Ja, heb je ook je kennis voor nodig. Mm-hmm. Een andere kwestie die speelde, we hebben gezien, we hebben in het parlement gehad, die vergadering rond aanbestedingen, de nieuwe aanbestedingswet. En kwam daar naar voren dat er schijnt dat die overheid met twee maten meet wat betreft het uitbetalen van bedrijven of personen, organisaties die arrestantenvoeding leveren. Toch? Daar is naar voren gekomen dat er 7 bedrijven zijn die arrestantenvoeding leveren. En maar 1 kreeg zijn geld regelmatig. Ik denk dat we... Ja, we moeten dit soort dingen gewoon niet doen. Ja, dus, als er 7 bedrijven zijn...
Waarom wordt alleen het ene bedrijf uitbetaald en de rest moet maar wachten op zeker zijn geld? Weten. Dus ik heb daar geen kennis over. Ik zou bij mijn collega van Financiën vragen of dat daadwerkelijk zo is. En wat u zegt, als er één bedrijf is en nog zes, die moeten gewoon allemaal uitbetaald krijgen. Maar ik ken mijn collega. Ik denk niet dat hij ter kwade trouw is geweest om dat te doen. Misschien een ambtenaar die een verkeerde opdracht heeft gegeven. Maar ik ga er met hem over praten. Gloria. Nou, ik ben blij dat de minister zegt, hij kent al zijn collega's goed. Ja, ja, zeker. Ik zit toch. Steek je hand in het vuur voor iedereen. Doe ik niet. Ik zeg dat ik ze goed ken. Ik steek mijn handen niet in het vuur voor ze. Zeker niet. Maar ik denk ook dat de heer Raguazing, ja, denk ik. Maar goed, verder ken ik hem ook niet. Maar inderdaad, als er mensen werk hebben geleverd. Als ik mijn diensten heb geleverd, hoor je me gewoon te betalen. En vooral als het zes dezelfde bedrijven zijn, ik denk niet dat hij verschil daarvan heeft. Dat is het vraagstuk toch? De zeven bedrijven, die leveren arrestantenvoeding. Die naar hun resus of bon of hoe je die dingen wil noemen. Maar van, alleen die van Cairo bij zijn spreken, alleen Cairo krijgt regelmatig zijn geld. Ja. Die anderen wachten al 10, 20 maanden, noem maar op. Ik ga het navragen, zeker. En dat is een beetje raar. Maar dat is ook de tendens die we, trouwens all over the world, hè. Je krijgt altijd achteraf betaald, hè, als bedrijf. Dus oké, dat is normaal, 2 maanden. Maar als wel Pietje wel krijgt, precies, dan moet ik als genie wel ook wel centen krijgen. Dus het kan niet dat de ene alleen regelmatig krijgt. Dat is ook discriminatie, toch? Discriminatie, klopt. Toch? En gelukkig in het parlement naar voren komen dat het de discriminatie was niet op basis van ras. Mm-hmm. Of van politieke partij. Nee, het is gewoon van, het is een bepaald bedrijf die alleen krijgt, maar die andere, die kreeg gewoon. Laat mij met hem terugkoppelen om te kijken of het allemaal op waarheid brengt. Zijn ze niet tevreden over het eten van die anderen? Dat kon ik niet lekker. Dat kan. Ja. We hebben ook gehad in het weekend een discussie over het grondrechtenvraagstuk en de wet die moet worden aangenomen in het parlement. En daarbij heeft de organisatoren, hebben ook de fractieleiders in het parlement uitgenodigd. En alleen Obek Kanapé van de ABOP is verschenen. De rest die had kennelijk geen belangstelling. En als je luistert naar wat er allemaal daar is gezegd, dan door de vertegenwoordigers van die binnenlandbewoners en de organisatie die ze ondersteunen, dan schijnt er toch een heel groot wantrouwen te zijn jegens die regering. En niet zozeer deze regering, hoor. Nee. Niet deze regering, maar gewoon regeringen tegen de politiek voor het willen maken van die wet en de motieven van die regering om die wet te maken of niet te maken of aan te nemen, niet aan te nemen. Er schijnt heel veel wantrouwen te zijn. En ik heb de indruk dat die overheid waarschijnlijk toch niet goed deze zaak heeft aangepakt en met de mensen goed heeft besproken om het, wat het precies is en wat het precies inhoudt. Nou, het is niet alleen de overheid, het is een initiatief uit van het parlement natuurlijk. En gisteren heeft de president aangegeven dat voor de verkiezing de wet wordt aangenomen. En daar ga ik van uit. Hij wacht op een nota van wijziging. Hij heeft het al besproken met de vicepresident. Ja. Maar dat is dus het aannemen van die wet alleen is niet eens het probleem. Dat kan gebeuren. Maar dat er nog zoveel onduidelijkheid en noem maar op is. Maar het is ook een complexe materie. En ruis is erover, zegt aan mij dat de voorbereiding niet goed is aangepakt. Ja. Maar als je nagaat, zijn toch 3 vonnissen. Ja, dus dat wil ik zeggen. 3 vonnissen liggen daar. Ja, het is een complexe materie, maar het is 3 vonnissen waarin staat dat de mensen recht hebben op en we moeten aan hun rechten voldoen. Exactly. Ja. Suriname heeft zich gecommitteerd eraan. We hebben verdragen gesloten, maar we lappen die aan onze laars, omdat er geen enkele sanctie op staat. Klopt, hè? En ze zijn begonnen toch met het duidelijk in kaart brengen van welke gronden zijn van jullie. De demarcatie. Ik weet niet, als dat is afgerond helemaal, zeker van dat. Voor mij is het Saramakaans gebied al helemaal. En wat ze ook zeggen, dat ik heel goed vond, is wij zeggen niet dat alle grondstoffen die daar zijn van ons zijn. Dat zeggen we niet. Maar dit is wel ons grondgebied. En kom je hier als overheid, ga met ons in gesprek. Ja. Weet je, Tsunami, teer me even. Praat met mij erover. Wat zijn de bedoelingen? En zorg ervoor, want dat is ook belangrijk, dat wij als lokalen die daar wonen ook genieten van profiteren. Oh ja, zeker weten. Exactly. Ja, 100%. Dwing zo'n bedrijf, u moet 20% van uw arbeiders, als het kan, hè, want je bent natuurlijk misschien als je gespecialiseerde, maar dat die ook uit de lokale worden aangenomen. Ja. Dus er 16 jaar zijn we aan het praten. Ja. Is toch te gek voor woorden, maar we praten over het praten. Maar nogmaals, met de woorden van de president kan het volgend jaar aangenomen zijn.
de intentie vanuit de regering. Maar weet je, ik niet snap, hè? We hebben een wet gehad, de amnestiewet. Is het binnen 3 dagen aangenomen, ja, hè? Dus we hebben laten zien, ook bij deze regering, van mij, die van de belasting of BTW, ook binnen zoveel tijd. Het aannemen van de wet is niet het probleem. Wat is dan het probleem? Is politieke onwil dan? Kan het niet anders vertalen? Nee, je moet niet zeggen, het is een complexe materie. Het is een complexe 16 materie. 16 jaar lang, dan zijn we toch met z'n allen dommies. 16 jaar lang, maar we zijn wel, net als wat ik eerder aangaf, veel verder als vorige periodes. Ja, maar we zijn geen stap verder. Ja. Want deze... nou, het is nu ingediend, het is nu behandeld en dat was het eerst niet. Ja, dat is toch wel erg, maar in die 4 jaar, ik hoop echt toch dat dit wordt afgerond. Ik hoop het ook, afgerond, ik, niet alleen hopen, ik geloof op de woorden van de president. Want anders nemen we ook onze broers en zusters uit het binnenland ook absoluut niet serieus, hè? Ja. Want zij wonen daar, het is hun woon- en leven. Gebied. Er is totaal geen enkel respect. Maar het is iets, een van de hoofdprioriteiten van de ABOPL, dat wordt afgerond voor de volgende verkiezing. Hun hebben er alles op gedaan om het zover te krijgen. Het is al ingediend, het is nu behandeld. We wachten nog op de nota van wijziging. Mm-hmm. En nogmaals, wat de woorden van de president gisteren, dat we het voor volgend jaar willen afronden. Goed. Let's hope. Gloria, jij wil praten over de... Ja, ik weet niet, we moeten praten over toename, maar in elk geval over de zelfmoordgevallen, ja, waarmee we geconfronteerd worden. Ja. En er was laatst ook een symposium hierover, over suïcide. En dat Suriname, ja, niet dat de trend volgt. Maar dus het is een... We zijn redelijk positief wat dat betreft, maar... Het is toch een probleem waarmee we... Het blijft zielig, hoor, echt. Ja, we hebben het laatste jonge meisje gezien. Ongelooflijk. Hè, van 30 jaar. Ook overigens, ik wil echt zeggen, hoor, mensen die dit filmpje doorsturen, u moet zich schamen. We moeten het meisje niet meer... Je moet het niet zo brengen, Gloria. Nee. Die mensen doen het niet expres. Ze moeten, hier is makkelijk het leven doorsturen. Nee, man. Ik had ook een persoon, ik stuur het niet door. Op Facebook. Ze doen het niet te kwader, trouw. Ze doen het niet te kwader. Maar om over dat geval en andere gevallen... Het is zo triest, joh. Weet je, ja. En dat vind ik ook dat veranderd moet worden. Laten we ook die mentale hulp verzorgen hier. Dat vooral. Het nu met, ik heb kinderen, ik houd mijn hart vast met hun social media de hele dag. Zij denken dat de wereld op social media dat de wereld is, maar dat is niet zo. Zo fake als maar wezen kan. Je hebt zo snel een minderwaardigheidscomplex. Kijk, wij vroeger gingen een boompje klimmen, vielen uit de boom, gat in ons hoofd en dat soort dingen. Maar dit is hun wereld. Ik praat veel met die kinderen van me. Ik hoop en ik bid de Almachtige dat ze geen last krijgen van mentale problemen. Maar mochten ze toch last krijgen, dat ze weten hun ouders te vinden. Want ja, het is verschrikkelijk. Daarom is het belangrijk dat je in een omgeving, dat we ook weten welke kenmerken zijn. Waar moet je op letten? Mm. De signalen die je ziet, als je dat hoort, als je iemand ziet. Kunnen we meer om elkaar geven? Ook binnen onze religieuze samenlevingen. Zeker. Zorgen we voor elkaar? Hebben we oog voor elkaar? De problemen zijn groot. En er is gewoon geen... Ja, we hebben tekort aan deskundigen op dit gebied. Om mensen te begeleiden. Ook onze buurt, ja, anomieprobleem, willen vertrouwen. Maar er is een probleem onder jonge mensen. Mm. Want we hebben het laatst weer... Ook die jonge man, die laatst is een jonge man. Ook een Javaanse jongen met een bril. Ja. Ook zelfmoord gepleegd. Triest, echt. Het is triest. Te vaak. Dus, en dan moeten we ons een soort van wake-up call zeggen. Oké, wat missen we? Wat kunnen we doen? En als iemand in zijn hoofd heeft gehaald... Ik werkte in Nederland bij de jeugdzorgverlening. En als je dan het gevoel kreeg, of soms zeiden de jongeren, ik ga zelfmoord plegen. Moest je het aangeven? Ja, en dan vroeg de politie dan aan mij, hoe hoog schat u in dat die persoon het gaat doen? Ik zei altijd, nou, ik schat het hoog in. Ja, en dan werd je dan gedwongen opname. Ja. In hoeverre is dat bij ons het geval? Ja. Dit meisje was opgenomen in het AZ. Daar hebben ze haar medisch geholpen. En daarna is ze naar huis gestuurd. Dat moment van naar huis sturen, had er een begeleiding moeten zijn, maar die hebben we dus niet in Suriname. Dus dat is iets waar we aan moeten gaan werken. Dat er een begeleiding is die kijkt van, hé, er is een mentaal probleem. Niet alleen maar lichamelijk, dat heeft het ziekenhuis opgelost, maar nu is er een mentaal probleem. Hoe kunnen we het oppakken? Had ze begeleid moeten worden? En daar kunnen we uit leren. En ik denk dat er echt aandacht aan besteed moet worden aan dat stukje begeleiding op. En ook vanuit scholen, vanuit werk. Dat je vanuit kerken, moskee, mandiers. Hoe gaan we om met mensen waar we van zien? Die hebben een beetje een probleem. Toxic behavior. Klingen to a guy of klingen to a girl. Wat kunnen we doen? Kijk, minister zegt, hij leert, ik weet niet of je meisjes heeft. Nee, twee jongens. Twee jongens. Ik heb ook alleen maar jongens. Ja. Maar daarna heb ik ze geleerd, nog op een keer meisje, Atti. Ja, zeker. Want, maar omgekeerd ook niet, hoor. Hey, die vrouwen kunnen ook een mannenhart breken. Je hebt net gezegd, we moeten kijken, signalen opvangen. Ja. Maar ik denk dat het, dat is ook heel moeilijk.
Ja, sommige mensen die laten niks merken van wat in hun binnenste speelt en met wat voor plannen ze lopen. Ja, omdat ik heb het hier van heel dichtbij meegemaakt. Een heel goede vriendin van me, met wie ik urenlang kon praten. En nooit een dag is dat onderwerp ter sprake gekomen. En op een dag hoor je van... Trieste. Weet je, die heeft de hand aan zichzelf geslagen. Ja. En, maar in al die gesprekken die je met de persoon voert, heb je geen weet dat nooit zo op geen enkel moment is daarover gehind. En ook dat die gesprekken kreeg je niet het gevoel van deze... En dan ga je nog schuldig voelen ook. Absoluut. Goed, we hebben nog twee punten te behandelen over de actuele onderwerpen. Eén is dat die technische commissie van de vakbeweging die heeft gevraagd naar data om zeg maar weer aan de slag te gaan met het berekenen van de nieuwe energietarieven. En naar het schijnt hebben ze nog steeds die opgevraagde data niet gekregen van de Energieautoriteit Suriname. Eigenlijk vraag ik me af waarom het zo lang duurt. Ik dacht dat het nu al 3 weken is, nog Gloria. 2 of 3 weken dat ze het moeten krijgen. En het was al uitgesteld ergens 2 weken geleden. En nog steeds. Mama, we waren vorige week ook bij elkaar gekomen. Maar ze hebben de gegevens die ze nodig hebben om aan de slag te gaan. Niet om de kant te kiezen van EBS, maar vragen ze geen gegevens die gewoon niet beschikbaar kunnen zijn. Dat kan natuurlijk ook toch. Want... Dan moet de energieautoriteit toch zeggen van dat kan ik je niet geven. Maar als het wordt toegezegd van je krijgt een pakket aan informatie en het komt maar niet. Dan ga je allerlei gekke dingen beginnen te denken alsof er iets anders speelt dan transparantie. Daarom is het zo belangrijk, transparantie en communicatie. En in hoeverre verzamelen we data? Daar zijn we ook niet echt bekend om. Nee. Dus we kunnen, en vandaar dat we nog steeds alles handmatig doen, want die Kapura-blaadje scheurt het weg en niemand heeft het gezien. Nee, maar het is belangrijk transparant zijn. En als je het niet hebt, dan heb je het niet. Maar wees daar tenminste Maar hoogstwaarschijnlijk kunnen we straks transparantie eisen. Het parlement gaat het wet van openbaarheid van bestuur behandelen. En dat zou goed zijn voor de land. Oh my god, zeker. Ja, helemaal. Dus, we zijn niet de beste regering, maar we maken kleine stapjes vooruit. You're getting there. Voordat we naar de zaken die te maken hebben met BISA en de verkiezingen, nog 2 actuele onderwerpen. Waarvoor ik toch commentaar vraag. We hebben gezien, de afgelopen week heeft meneer Bouva, die heeft in het parlement wat stukken overhandigd aan de voorzitter, dat er in verband met de verjaardag van de president dankdiensten zijn gehouden op het kabinet en dat er daarvoor is betaald 3,3 miljoen uit de staatskas. En heeft daarover vragen gesteld. En de president die heeft op zijn persconferentie gisteren, toen daarover ook vragen zijn gesteld, aangegeven dat het bedrag geen 3,3 miljoen is. Hij gaf aan dat er 2 raadsvoorstellen waren. En als je de bedragen optelt bij elkaar, hoor, komt het op iets van, dacht ik, 1,3 miljoen. Maar wat ik me afvraag is... wanneer dit soort dingen spelen en we weten dat ministers worden jarig, president wordt jarig, VP wordt jarig, dat er zal wel altijd een potje zijn, neem ik aan, dat die op hun ministerie iets organiseren. Maar we hebben nog geen wet openbaarheid van bestuur, maar waarom, eigenlijk moet ik het anders stellen. Je ziet dat dit soort dingen... liever politiek gevoelige tijden als regering. Waarom stuur je dan niet zelf die documenten naar het parlement en pas wanneer het is uitgelekt of zogenaamd en dan reageren? Moeten we zaken niet anders doen, minister? Nee, maar
Om u eerlijk te zeggen, is het de moeite waard om een twee raadsvoorstellen, om een bedrag van, u nam een bedrag net op, waarmee de president ouderen thuis heeft uitgenodigd, kinderen thuis heeft uitgenodigd op zijn verjaardag, om dat naar het parlement te sturen? Ik denk persoonlijk... Het is een uitgang van de staat. Nee, maar ik denk persoonlijk dat het parlement veel beter werk om te doen heeft, veel belangrijker werk om te doen heeft, als het grotere bedragen zijn, of om grotere onderwerpen. Hoe gaat het met de veiligheid van het land? Hoe gaat het over de gezondheid? Dat is maar mijn mening. En ik zou het ook niet doen om toepadraai een raadsvoorstel te sturen naar het parlement. Ik vind de parlementsleden... Maar de uitgang van de staat... Het parlement hoort toch te weten wat er uit is. En die zijn altijd, zoals dit is ook terug te vinden. En dan is er een uitgave geweest van 1 miljoen... voor nogmaals het uitnodigen van ouderen thuis, uitnodigen van kinderen. En dan? Dan is dat gebeurd, punt. En nu moeten we weer over naar de orde van de dag. Want nog steeds hebben we problemen om op te lossen. En dat is niet een van de problemen die ik bereid ben om over na te denken. Want ik heb grote problemen. Maar het probleem is, het wordt niet gedaan. En nu wordt het gebracht op een manier alsof er weer wat vroomoedaar is gebeurd. En dan blijven we toch aan de gang. Nee, maar dat is Melvin. Dat is Melvin bij uitstek. Ik heb niet zozeer over Melvin, maar het is toevallig deze keer Melvin. Of dat is de oppositie bij uitstek. Als wij ooit een keertje oppositie zijn, gaan we dat ook doen. Dat is het Surinaams spel. Daar moet je mee omgaan. Hoort het zo als Surinamer hoor je daarmee om te gaan. Als politici hoor je daarmee om te gaan. Als je niet bereid bent om in de keuken te staan, om de hitte te tegengaan van de keuken, dan moet je uit die keuken gaan. Get the hell out maar, of the kitchen. Als politici, en de president heeft het goed willen. De president heeft aangegeven, luister, de raadsvoorstellen waren vals. Show gemaakt. En dat zijn we gewend. Klaar. Nu over naar de orde van dag. En dinsdag zal Melvin weer met wat nieuws komen. Donderdag komt Ibu met wat nieuws. En zo gaat het. Belangrijk is, laten we de focus niet verliezen. En de focus is Suriname op het rechte pad te houden. Gloria. Nou, want eigenlijk de minister zegt dat het accent verlegd wordt. Omdat er grotere zaken zijn die spelen. Naar mijn mening hoor. Ja. Naar mijn mening. Echter zitten we in een situatie waarin Ivan, dat schetste die net, waarin van alles wordt gezegd, juist ook om het mensen slecht het zwaar hebben. Dus als leider moet je proactief zijn. Moet je vooruit denken. En moet je stappen voor zijn. Maar Gloria, als dan leider, zou je kunnen zeggen... Gloria, als leider zijn we bezig met het afschaffen van subsidie. Met kijken hoe we de koopkrachtversterking aan meerdere mensen kunnen geven. We zijn bezig om onze schuldenlast te verlichten. We zijn bezig met het aanpassen van de belastingdienst. Als leider wil ik me niet bezighouden met een bedrag van nog geen $30.000... die we hebben uitgegeven om het te vergasten van onze kinderen, te vergasten van onze ouderen. Ik vind dat om niemand tekort te doen, dat ik daarmee mijn directeur kan belasten. Maar als minister en helemaal als president en vicepresident moet je prioriteiten stellen waarop je gaat focussen. En ik zou me daar niet op focussen. Nee, ik zeg niet je moet focussen, maar ook niet het accent gaan verleggen van oh, het is maar 30.000, het is geld. Dus geef je directeur, geef je minister opdracht, zorg ervoor dat we hierin transparant zijn. Dat kun je als president doen. Ja, zeker. Want jij geeft de leiding. Je hoeft je niet te focussen erop, maar je kunt wel de opdracht geven, zorg ervoor dat de mensen, wat de bedragen betreft, het goed wordt gecommuniceerd naar die samenleving. Zeker. Om te voorkomen dat je gezeik krijgt. Maar is hij er niet transparant in genoeg geweest? Blijkbaar niet, want anders hadden we deze show niet gezien. Ja, maar als transparantie of het showen van een raadsvoorstel een maatstaf is voor transparantie, dan gaan we er nooit komen. Nee, dat zeg ik ook niet in de maatstaf is. Echter, nogmaals, juist vanwege de nijpende situatie, zou je als leider gewoon slimmer moeten zijn en zeggen van, ik wil transparant zijn. Ten aanzien van mijn verjaardag heb ik dit uitgegeven om seniorenburgers, blablabab. Dat hoeft hij niet te doen, laat hij zijn directeur doen. Misschien zou hij dat nog doen in de toekomst. Misschien was Melvin weer een stapje tevoren. Dat kan ook. Wanneer is hij 65 geworden? Jij en ik waren daar. Ja, jullie hebben ook... Ik heb geen roti gegeten, we hebben roti buiten gekocht en gegeten. Ja, maar eindelijk, nee, we zijn gegaan. Ja, ja. Maar zoals Gloria zegt... Ja, maar zijn privéfeest is gevierd op Lelydorp. Precies, dat zegt daar ook. Waren we. Dat vond ik ook een mooi antwoord. Ja, ja. Mijn privéfeest... En ik heb het zelf betaald. Dus nogmaals, ik weet dat heel veel mensen luisteren naar dit programma. Melvin heeft zijn best gedaan, maar het is niet gelukt. Volgende keer weer proberen. En dat is politiek Suriname. Minister, er speelt een situatie bij IBS. Daar is een medewerker ontslagen, staande voet, dringende redenen. En de man is voorzitter van de bond daar. Er wordt daar een actie ontketend, werk wordt neergelegd. De directie gaat naar de rechter. De staking wordt opgeheven. De medewerkers gaan in beraad. Er wordt dus niet gewerkt.
De regering die praat met de bond. Ik dacht zaterdag of de dag daarvoor heeft minister Ramdin en McAndrew die hebben gesproken met de bond. Kunnen we dit soort situaties bij een bedrijf als IBS, we gaan al de tweede week in, hè? Ja. Zo laten voortzetten. Wat Gloria net zei, communicatie. Ik denk dat communicatie heel erg belangrijk is tussen alle actoren, maar vanaf het begin. Je moet nu niet de tweede week pakken of de derde week en de eerste dag. Vanaf het begin communiceren. Kijk, ik ben hier als directie, jij bent hier als vakbond, wat kunnen we samen doen? Maar naar mijn mening is, naar mijn bescheiden mening, de vakbond ook gelijk met twee benen erin gaan na het aantreden van deze directeur. En dat is ook geen goede start natuurlijk. En nu zit iedereen met de gebakken peren. Terwijl als je had gecommuniceerd en... Ja, dat is maar mijn bescheiden mening. Ja, kijk, als je al een gedoe hebt toen hij president-commissaris was, hè, van RVC, had je al problemen. We hebben een rapport gehad van Ernst & Young. Dat was ook niet echt helemaal toppie-toppie. Nou, is hij directeur geworden, dus oké. Okay. Goed. Maar duidelijk, Ernst & Young, het rapport heeft hem wel gevrijwaard van... van alle dingen, ja, maar dus er waren wel misstanden daar, hè. Ja. Dus op het managementniveau. Echter, als een directeur wordt benoemd, dan hoef je een vakbond volgens mij niet te vragen om toestemming. Nee, dat vind dat ik is, ook. Dus, dat... dus we moeten die dingen wel gescheiden houden. Als een vakbond een probleem heeft met een directeur, is ook trouwens een interne situatie. Wat ze hebben aangegeven, er is geen arbeidsconflict. Het was alleen maar tussen de meneer Hellings en de directie. Uitspraken die hij gedaan heeft, die hij later weer publiekelijk heeft teruggetrokken. En het is nu een bigisani geworden. Ja. Wat we ons niet kunnen veroorloven, u was waarschijnlijk ook toen niet in Suriname nog te jong, is die situatie toen met Cyril Daal, waar alles helemaal donker was. Dat kunnen ik heb er wel veel over gehoord. Ja, nee, kunnen we ons absoluut niet veroorloven. Echter mag dat ook niet als dreigmiddel worden gebruikt. Nee, zeker niet. En ik denk dat we in het belang van Suriname, beide partijen ga ik ervan uit, hebben het belang van Suriname, het algemeen belang voor ogen, dan moeten we met elkaar in gesprek weer gaan. Weer in gesprek gaan, blijven zeggen, praten. Ja. En misschien moeten dan desnoods ontslag worden teruggedraaid als het gaat om een stukje rust te brengen. Dat zou kunnen. Maar dat we wel duidelijk moeten gaan scheiden. Wat is nou een arbeidsconflict? Tussen wie was er een arbeidsconflict? En, was er een vakbond? Was er een, weet je, dat en wordt ik ben, zo ik ben verweven. Met veel dingen eens wat je deze programma hebt gezegd, Gloria. Maar met dit helemaal. De vakbonden moeten ook weer teruggaan naar vakbondsissues. Absoluut. Snap je? Ik zeg niet dat alle... We hebben het een paar keer aan u over gehad. Het is niet de taak van een vakbond om te kijken wie directeur sommige wordt. Sommige dingen lijken meer politiek dan vakbonds gerelateerd. Waardoor we dus niet vooruitkomen. Klopt, ja. Zeker weten, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Goed. Minister, voordat we naar de verkiezingen gaan, wil ik toch enkele zaken die met betrekking hebben op uw beleid bij Binnenlandse Zaken. Praten. Ik dacht dat het al de tweede of de derde keer is dat het is aangehaald in het parlement. Het beleid omtrent begraafplaatsen. Het valt ook onder BISA, hè? Ja, is het zo? Mevrouw... Nee, dat valt niet onder BISA. Er is iets, het valt meer onder regionale ontwikkeling en sport. Ik weet waar u het over gaat hebben, over... over de begraafplaats bij Blauwgrond, waar mevrouw Ansari heel erg voor strijdt. Ja, die ontruimd zal worden. Daar ga ik zelf ook voor strijden, hoor. Er moet geen enkele... Waar ik het over wil hebben, het gaat erom dat er zijn regels, we hebben een begrafeniswet en noem maar op en dat soort toestanden. En nu wordt die begraafplaats onder beheer van een andere organisatie of een andere persoon gesteld en die zegt van we gaan graven ruimen. Maar als ik me niet vergis, zijn er regels die aangeven wanneer op zo'n vroegst geruimd mag worden. Ja. Volgens mij, hou me ten goede hoor, voor mij 30 jaar. 40. Is het 40 in Suriname? Ja, in Suriname. Na de laatste begrafenis. Ja. En zoals ik het hoor, is de laatste begrafenis geweest in 2020. Ja. Hoe kom je erop om niet al te gaan ruimen? Dat is ook iets wat ik niet kan snappen. Vooral als het gaat om doden en vooral familieleden die zich
verdrietig voelen met zulke dingen. Maar ik ga deze strijd, ze is niet van mijn partij, mevrouw Sadi, maar met haar ga ik die strijd samen wel aan. U heeft het gezegd, heeft beheer over die begraafplaats. Ja. Beheer betekent niet dat je mensen hun graven kan... Je beheer, je mag het gras een beetje knippen, je mag die bladeren, maar je hebt geen enkele recht om de graven te houden. Dus dat, ik moet er niet van uitgaan dat de graven worden ontruimd. Daar ga ik wel tegen. Mijn ouders zijn begraven op Annetteshof. En toen kreeg ik een paar jaar geleden ook een brief dat ze gaan ruimen van mijn moeder die al vrij lang is overleden. En als ik het niet wilde, moest ik extra betalen. Ja. Dus er is blijkbaar dus wel de mogelijkheid. Er zijn regelingen. Je betaalt voor graafrust. Je mag het wel verruimen. Maar je betaalt voor graafrust. Maar niet patsboom nu. Nee. Je zegt, nee, ik heb een brief gekregen dus daarover inderdaad. En ik denk, we moeten sowieso... Maar wie gaat over graven? Dus Binnenlandse Zaken heeft er wat mee te maken. Maar niet in de uitvoering. Dat weet ik wel. Ros, want de DC's gaan over die openbare begraafplaatsen. Dus dan is het regionale ontwikkeling en sport. Ja. Alright. Goed, hopelijk wordt er een oplossing gevonden voor deze zaak. Maar ja. Mag ik de minister ook een vraag stellen? Natuurlijk. Ja, ik ben gast, dus ik moet... Ik wil op protocol. gisteren heeft de president twee opties aangegeven aan de minister. Hij was ook blijkbaar een beetje geïrriteerd van minister. Ik heb je gezegd, als er hulp nodig is, Binnenlandse Zaken bellen en vragen om die ambtenaren. Hoe snel kunt u dat implementeren voor ASEANA? Snel, maar voor ASEANA vooral, ze moeten wel capabel zijn. Kijk, de ambtenaren die ik op mijn ambtenarenlijst heb, die geen werkplek hebben, dat is al een groot aantal. Ik kom bijna op 7.000 tot 8.000 mensen. Maar daar zijn het meestal geen gekwalificeerde mensen. Dus ik wil niet Pietje Puk zetten bij ASEANA, want dan worden jullie weer boos om me. Dus ik heb echt een profielschets nodig. Ik heb ook al met collega Ines gesproken. Kijk wat ik kan doen, maar geef me een profielschets. En zo hebben wij al meer dan 1.000 ambtenaren herplaatst bij verschillende de sociale instelling, waaronder het zorghotel, heeft ook een aantal ambtenaren. Maar goed, want je kunt een training geven, je kunt een cursus geven. Maar zijn ze bereid? Kijk, ambtenaren zijn, je kan ze niet verplichten? Ja, ik kan ze niet verplichten, nee. Nog niet. We hebben wel heel veel zaken in de personeelswet veranderd, waarvan één essentieel is naar mijn mening, die no work, no pay. Dus vroeger hoefden ze niet te werken, je kreeg gewoon betaald, maar nu hebben we wel de no work, no pay gezet. Dus als je niet werkt, kunnen we wel. Yes, maar u gaat wel samen kijken bij de minister. Zeker weten, dat is mijn woord. Ik ga morgen met de zitten. Oké, we hebben in het begin, eerste deel, ook al een beetje erover gesproken. Afvloeien van die ambtenaren die zich niet hebben geregistreerd. Toch? Maar er schijnen nu problemen te zijn. Mensen die kennelijk wel werken, ze verrichten arbeid, maar die zich niet hebben geregistreerd. Die worden van de lijst gevoerd, althans hun salaris wordt geblokkeerd. Er is al een begin gemaakt met het saneren dus en... Ik hoorde minister Ori zeggen dat alleen bij zijn ministerie al iets van 1032 mensen worden geschrapt of hun geld wordt al geblokkeerd, ze worden van de lijst gehaald. Maar als inderdaad er is een oproep geplaatst, mensen jullie moeten komen registreren. Na 2 jaar. Toch? Maar de mensen zijn niet gekomen, maar ze werken wel, want de presentielijsten worden getekend. Dus de overheid ziet dat de mensen werken. Nou, dat is niet waar. Nee, luister even. De mensen tekenen op de presentielijst. De lijsten gaan door hun chefs en zo. Gaat naar weet ik veel wat voor afdelingen. Dus de overheid heeft overzicht van... Meneer Cairo heeft zich niet geregistreerd. Maar meneer Cairo is wel elke dag op het werk. Van 7 tot 3 is meneer Cairo op het werk. Waarom wordt dan toch meneer Cairo zijn geld... Niet dat ik bij de overheid werk, ik werk niet bij de overheid, ik noem als voorbeeld. Waarom wordt dan het salaris van meneer Cairo geblokkeerd als er duidelijk is te zien dat meneer Cairo elke dag naar het werk is gekomen? Hij heeft verlof aangevraagd, verlof gekregen, hij komt werken. Waarom wordt het dan geblokkeerd? Omdat hij zich niet heeft geregistreerd. Ja, u had het in het begin van het interview over het bestand van sociale zaken. Mm. Hetzelfde met het bestand van het ambtenarenbestand. Het gaat een beetje pijn doen om het bestand schoon te maken. Zo gaat dat ook pijn doen bij die van sociale zaken. Maar je moet ermee beginnen. U zegt net, ja, meneer Cairo heeft zich getekend op de presentie. Maar meneer, misschien heeft wel de leiding van meneer Cairo getekend voor die presentielijst. Wat we nu hebben gedaan, het enige wat we je hebben gevraagd, en dat doen we al jarenlang, registreer je online. Of je kon zelfs bij mij komen. Je kreeg een drankje, je kreeg een hapje. Ik vraag je, 1 jaar lang, 2 jaar lang. Nu heb ik vorige maand, 2 maanden geleden, nog een keer
die window opengemaakt. Want er waren volgens mij 5000 mensen die zich niet hebben. Ik heb het opengemaakt. 3 maanden. En dat kost allemaal geld, want ik moet tent opzetten. Ik zit zelf beneden om te kijken of je registreert. Als je geluk hebt, zie je mezelf een drankje aan je geven. Het enige wat ik vraag, registreer je. Waarom? Ik wil mijn ambtenarenbestand up-to-date. Ik wil het zuiveren. Ik ben nu achtergekomen. Honderden mensen hadden dubbele salaris. Dode mensen die we nog uitbetaalden, et cetera, et cetera. Dus het was voor mij belangrijk om te doen. U zegt daar, want we horen dat ook al vaker, dat nog dode mensen geld krijgen. Hoe komen ze dat geld door, halen? Nou, misschien heeft iemand zijn pin, misschien heeft iemand haar of zijn pinpas. Dat kan. Mm-hmm. Het wordt gewoon gestort op de rekening, toch? Dus misschien heeft diegene zijn of haar pinpas. Ik ben erachter gekomen dat op 1 of 2 rekeningen 30, 40 lonen van een ambtenaar werd, van verschillende ambtenaren werd gestort. Bent u serieus? Nee, Tijgie. Dus het opschonen, misschien heeft het een paar problemen gebracht, maar als je de voordelen tegen de nadelen op, zou ik het opnieuw doen. Absoluut. Ik zou het zo weer doen. Dus en zo ook met sociale ambtenaren, dat gaat ook pijn doen, maar je moet beginnen. Mm-hmm. Dus het enige wat ik u vraag, meneer, het is stopgezet, maar wat Sammy bij actie? Het enige, kom je registreren. Mm-hmm. Ik vraag je niet om een huis voor me te bouwen of om de wc's. Kom je registreren. En wanneer je komt, krijg je hapje, krijg je En als je mijn gezicht niet wil zien, doe het online. Want weet je hoeveel mensen in het buitenland niet konden regelen? Ze kregen geen loon meer. Er was laatst een persoon. Dat hebben we inderdaad gehoord. Al jaren in het buitenland. Er was laatst een persoon. Geen probleem, afvoer. Er was laatst een persoon die op Star News boze berichten over mij had geschreven. Die persoon zijn loon heb ik stopgezet omdat hij in het buitenland was. Hij was boos op mij. Dan gaat hij nu poeverakt aan Migos Krivsania. Maar ik ben het eens. Ik zei het al eerder, ik hou van protocollen. Ik hou van regels. De minister Ori zei ook dat u gezegd heeft, weten jullie het zeker? Vos u drukt op een knop. Check dubbel if this money is niet aan berecht. Niet, want ik wil niet mensen in problemen brengen. Dus we hebben gevraagd. En ik denk, want wat hij zegt nu, je kan, wie zegt mij dat jij getekend hebt? Het gebeurt, hè? We moeten het ook niet doen alsof we zijn ook wij als burgers. Ik heb al aangegeven een voorbeeld. Cairo komt, hij tekent elke dag zijn presentie. Collega's zien hem. Maar waarom heeft Cairo dan niet geregistreerd? Van 7 naar 3. Maar Cairo wil gewoon niet registreren. Waarom niet? Waarom niet? Daar zit ik in los op. Gewoon niet. Waarom niet? Cairo komt en hij vraagt. Nee, Gloria zegt het. Waarom niet? Gewoon niet. Cairo komt, hij vraagt verlof aan. Ik kreeg verlof en noem maar op. Dus alles wat gedaan moet worden, maar alleen het registreren. Oké, dan nogmaals, dan waarom niet? Als ik al in het systeem ben, waarom moet ik weer op registreren? Waarom wil je niet helpen om het ambtenarenbestand effectiever te maken? Nee, ik snap het niet. Help me. Dus. Ik krijg heel veel berichten nu van mensen die zeggen, ja, door verschillende redenen heb ik me niet kunnen registreren. De minister heeft gezegd, Ori, oké, want we kunnen een fout hebben gemaakt. Yeah. Het kan fout zijn. Ja, er zijn fouten gemaakt inderdaad. Met je documenten en dan gaan we het herstellen. Maar ik vind... Nee, maar ik vind het interessant. Waarom wil je niet registreren? Dat vind ik interessant. Ik ben al in het systeem. Ik kom elke dag op het werk. Ik vind geen reden. Mijn baas ziet me, mijn chef ziet me. Ik stuur als adviseur stukken voor de minister. Yeah. Hij ziet me naar. En toch blokkeer ik mijn geld. Dus eigenlijk omdat Bronte actie me nog registreert. Nee, helaas prima. Ik vind, als er gevraagd wordt, we zijn nu bezig met een nieuw systeem. We vragen dat iedereen zich registreert. Wat is jouw probleem om niet te registreren? En met die nieuwe systeem, met de registratie, goed dat u dat zegt, mevrouw Gloria, hebben we een nieuw systeem opgezet. Personele digitale informatiesysteem. Het is nu al werkzaam bij 9 ministeries, dat de personeelszaken geautomatiseerd is. En daar had ik die registratie voor. En daar komt Cairo en Minowani. Ja, daar ga ik. Stop. En sterker nog, mensen, hun telefoonnummers waren niet bekend. Yeah. ID-nummer klopt niet. Hey, honderden mensen zakjes dubbel salaris. De mensen die echt niks van hun geregistreerd was, maar ze kregen geld, weghalen. Mijn beleidsadviseur, Cairo, van minister Bronto. En ik stuur me stukken voor hem. En hij ziet me op de gang lopen. Hij ziet me in mijn kantoor. Dan zou ik je zeggen, Ivan, regel na regel. Registreer. kom even. Dat zou ik... 5 minuten. Ik snap dat niet. Ik snap ook niet waarom mensen niet registreren. Nu kreeg ik vandaag ook weer van verschillende leerkrachten die hebben gezegd, ze willen geïnterviewd worden. Ik zeg maar, ik wil wel van u weten, waarom heeft u niet geregistreerd? Laat me die documenten zien. Op dat brote actie. Ja, inderdaad. Sommige mensen zijn gewoon van... Super dat Bronto, super dat Bronto. Juist. Mensen waren van, hey, Luko Nomina, NDP, ja, de mannen, maar stom, dat moeten we niet doen. Mensen die zijn blijven werken.
Maar de personeelswet is veranderd en zegt als je niet registreert zijn er sancties aan verbonden. Ja, dan ga ik me registreren, want ik heb mijn geld nodig. Dat is dat. Nee, nee. Goed. Een ander onderwerp, minister. Nou, eigenlijk niet anders, met hetzelfde te maken. Dus het saneren is al begonnen eigenlijk. Is er al een pad uitgezet? Is er al onderzocht hoeveel ambtenaren Suriname nodig heeft? Toch? Je hoort geluiden dat we nu hebben iets van 56.000, bijna 60.000. Is er al een onderzoek gedaan hoeveel we nodig hebben om het land te kunnen draaien of de overheid? Moeten we 20.000 hebben? Ja. Moeten we 30.000 hebben? Wat is het pad dat we hebben uitgezet om op dat aantal te komen? Nou, we zitten nu op 52.000 en ik heb begrepen dat er een keer een onderzoek is geweest wat heeft uitgewezen dat we als land 14.000 ambtenaren nodig hebben. Dus we hebben 38.000 te veel. Maar op een gegeven moment is de ambtenarij ook een beetje een sociale opvang geworden. U weet, politiek heeft heel veel ambtenaren in dienst genomen. Ik heb altijd al gezegd, sinds mijn aantreden, dat zal blijven. We gaan dat niet ontkennen. Politiek zal altijd blijven en dat er ambtenaren in dienst genomen worden zal ook door de politiek blijven. Maar laten we dat systeem overnemen van Amerika, waar we het over hadden. Het merit-systeem, dat wanneer je wordt aangenomen door een bepaalde politieke partij, dat wanneer die politieke partij weggaat, jij zelf ook weggaat. Dan hou je een balans. Eén, je geeft de politiek de kans om dat gedeelte van politiek te behouden. En je belast de ambtenarenapparaat niet te zwaar. Want het is nu veel te zwaar met 38.000 te veel. Maar is er al een pad uitgezet? Hoe ver? Nou, het pad is wat we nu doen. Verplichte registratie, stimuluspakketten waar mensen gebruik van maken om ze te motiveren om de dienst iets eerder te verlaten. We zijn nog niet op het pad van gedwongen ontslag. Want dat heeft de president ook gezegd. We gaan niemand gedwongen broodloos maken, vooral niet in deze situatie. Maar de mogelijkheid biedt dat wel. Volgens mij is het artikel 60 van de personeelswet dat we tot gedwongen ontslag kunnen overgaan. Maar daar heeft de president van gezegd dat gaan we in deze moeilijke tijden niet doen. Dus het is nu nogmaals vrijwillig. Je kan vrijwillig de dienst verlaten en met stimuluspakketten, we kunnen je omscholen om MKB middenkleinbedrijf fondsen te doen, maar het is nog niet zoals we het willen. We maken stappen, we hebben nu al misschien, als ik het goed heb, 1000 tot 1500 mensen houden me te goed aan. Die van dat stimuluspakket? Ja. En in welke sectoren gaan ze? Nou, het zijn meer mensen die met vervroegd pensioen gaan. Nu kan je al met je 55 met vervroegd pensioen. Ja. En dat is iets terwijl je in Nederland bijvoorbeeld tot je 67ste moet aanzetten. Dus ze maken daar flink gebruik van. Ja. Okay. Ja, ik denk dat het inderdaad goed is om juist die orde te krijgen in de chaos. Ja. Want als iemand, stel nou wel 30 keer salarissen ontvangt, die gaan we wel gedwongen ontslaan. Ja, zeker weten. Die gaan we buiten. Die verplichte lastdienaar heeft ons echt veel laten zien hoor. Echt. Ja. Je komt achter dat je 7.000 tot 8.000 mensen hoogstwaarschijnlijk gewoon geen werkplek hebben. Dus die zitten thuis ontvangen terwijl u vroeg naar het werk gaat. U vroeg je kookt voor je kinderen. Loopt je buurvrouw nog te slapen en zwaait terwijl je naar dezelfde werkplek gaat. Maar wat doen we met die mensen dan? Want hoe definieer je spookambtenaren? Want het zijn mensen die politiek thuis zijn gezet. En die kan je niet als spookambtenaren definiëren. Want die zijn door de politiek thuis gezet. Maar je hebt mensen die moedwillig de dienst dokken. Moedwillig niet registreren. Zodat ze denken, we komen niet op de radar. Die definieer je als spookambtenaar. Moedwillig de dienst dokken. Moedwillig niet willen aanmelden. Dus dat is de definitie. Maar er is dus wel een lijst. Met een sterretje achter mensen van die. Ja, die is politiek uitgezet, dus zijn salaris, haar salaris moet doorgaan. Ja, zeker. Okay. En dat is door de verplichte landsdienaar. En nogmaals, de vakminister. Want wij als Binnenlandse Zaken konden het allemaal op ons nemen, omdat het overheidspersoneel beleid onder ons valt. Maar we hebben gezegd, nee, de vakministerie mag beslissen welke wel en welke niet wordt stoppen. Ook dat stukje politiek. Mm-hmm. Ik ben een realist. Als minister kan je zeggen, jij niet stopzetten omdat ik je voor andere beleidsgebieden gebruik. Dan heb jij daartoe nog de mogelijkheid. Ik heb je niet met aan handen en voeten gebonden. Dus mensen die thuis zitten, politiek thuis zitten, ze willen wel komen, maar werd gezegd van, nou, die hoef je niet stop te zetten. Nogmaals, het vakministerie. Maar is dat ook raar? Hoeveel mensen zijn dat dan?
Die zo op die manier thuis zitten? Nou, heel veel directeuren zijn politiek thuisgezet natuurlijk. Heel veel onderdirecteuren zijn politiek thuisgezet. Ik heb een aantal onderdirecteuren behouden die wel van de vorige periode was. Maar ik vind ook als minister, je moet wel je eigen vertrouwensomgeving kunnen creëren. Want wij als politici, dat wordt vaak gezegd, gaan huis aan huis mensen overtuigen om ons beleid, om ons het vertrouwen te geven. Maar het lijkt soms alsof de ambtenaar het beleid bepalen. U zegt net misschien, die voedingsbedrijf is niet uitbetaald. Misschien is er wel een ambtenaar die deze stuk aan de minister heeft gegeven. Snap je? Dus ik vind wel dat ik de gelegenheid heb, en die heb ik gekregen van de president, om mijn eigen vertrouwensomgeving te creëren. Want als minister moet ik mijn directeuren blindelings kunnen vertrouwen. En ze moeten wel competent zijn. Zeker weten. Dat is heel erg belangrijk. Zeker en hoe ver staat u? Wat is het geld voor de begroting voor de verkiezingen? Hoe ver staan we daarmee? 800 miljoen. Verdeeld van 2024 en 2025. Transportkosten zijn natuurlijk heel hoog naar het binnenland. En ik heb gezegd, ieder persoon die wil stemmen, die kan stemmen, die moet ook kunnen stemmen. En we hebben een nieuwe kiesregeling, communicatie. Ga maar naar in uw omgeving. Waarschijnlijk weet de helft niet eens dat we een nieuwe kiesregeling hebben. Dat moeten wij als politici moeten we dat uitleggen, als overheid. Maar ook de politieke partijen ga ik bij betrekken. Ik heb aan verschillende journalisten, ik ga dat ook bij jullie doen, heb ik al de tentatieve verkiezingskalender gestuurd. Laten we als stakeholders samen dit tot een goede verkiezing maken. Want het worden moeilijke verkiezingen. Hoe verlopen de voorbereidingen? Wat is ondertussen al gedaan? Wij zijn al helemaal aan trek. Ik ga jullie kalender sturen. We zitten nu in de pre-electorale fase. 2025 wordt de electorale fase. Twee weken geleden is de technische stukken van de kiesregeling goedgekeurd. We gaan nu geen metalen bussen meer gebruiken, maar plastieke bussen. Dus dat wil we gaan geen binders meer gebruiken. Waarom geen metalen bussen meer? Efficiënter. Veel efficiënter, kostenbesparend. Oh, als in welke zin? Als we nu bijvoorbeeld met de vliegtuig moeten, dan is een plastieke bus veel goedkoper om te brengen, toch? Want je gaat per gewicht, toch? Ja. En dat scheelt echt heel veel geld. Okay. En wat gaat dan gebeuren met die bussen die we nu hebben? Die gaan we wegdoen. Misschien doneren aan iemand die het nodig heeft, maar die gaan we niet meer gebruiken. Oké, okay. En hoe zien de nieuwe stembiljetten eruit? Is dat bekend? Is dat zo'n groot ding of zo? Ja, dus de president heeft. De president heeft gezegd, we moeten rekening houden met onze bevolking. We hebben een laaggeletterde groep van rond de 40-45%. En iedereen moet kunnen stemmen. Dus hij heeft graag dat elk kandidaat een foto krijgt. Net als bij de vorige, vorige stembiljet. Maar dat zou betekenen, als er 20 partijen meedoen, dat je een stembiljet hebt van een meter en van 70 centimeter. En dat is nog te doen. In Nederland is de grootte van de stembiljet ook zo. Ja. Maar het moeten geen 35-40 partijen worden. Want dan kom ik echt in de problemen met de organisatie. Dus ik hoop dat, ik wil niemand beïnvloeden, maar ik hoop dat dat van die waarborgsom ook blijft. Want dat is toch een drempel dat partijen niet gaan meedoen. Je weet, vroeger was het zo dat iedereen 1% van de kiezersbevolking en daarna moest de telefoon boeken. En nu is de waarborgsom daar. En ik vind dat een goed ding. Maar, ja, oké, okay, je vindt het een goed ding. Is dat een garantie, dat geld? Nou, inderdaad. Want als je niet voldoet aan die 1%, of als je geen zetel had, dan wordt dat geld ingehouden. Ik weet zeker dat ik die ene zetel ga halen. Ik weet zeker dat ik die 1% van de kiezers ga halen. Dus ik heb geen moeite om dat geld te sorteren. Maar als je al bij voorbaat de kiezer voor de gek houdt. Als je alleen wordt opgericht om een satellietpartij te zijn, een handlange partij, alleen om stemmen af te snoepen van een andere partij, dan ga je de boete betalen. Ja. En als je het hebt betaald, hè, en je hebt verloren, wat gebeurt met het geld? Dan vind ik dat geld gebruikt moet worden voor verkiezingen. Desnoods weer voor communicatie, voor foto's, education. Dat geld wat achterblijft, naar mijn mening, moet weer gebruikt worden voor verkiezingen. En is dit ook nu het geval met het geld van de vorige partijen die niet mee hebben kunnen doen? Zo, dus dat moet ik navragen. Ik weet niet hoeveel partijen hun geld niet hebben teruggehaald. Maar volgens mij waren er maar drie, een aantal. Volgens mij? Ja, waren maar een aantal. En bent u al gestart met de educatie over dus de verkiezingen? Ja, dus we hebben vorige week hebben we vier belangrijke commissies. En na het goedkeuren van de wet hebben we vier belangrijke commissies geïnstalleerd. Commissie voorlichting, IT, financiën en wetgeving. En nu gaan we vol aan de slag. Ik heb nog een jaar, dus los van een politie die meedoet met de verkiezing, organiseer ik het zelf ook. Dus het worden hele drukke tijden. Ja. Oké. Okay. En die educatie dus en die voorlichting komt naar die samenleving? Die voorlichting ga ik jullie allemaal bij betrekken. Alle politieke groepen, alle journalisten. Want het is echt zo, vraag maar aan je omgeving. De helft weet waarschijnlijk niet dat het nu one man, one vote is. Nee. Dus, en vandaar dus die foto's ook. Ja. Die kiesregeling, het is nader gewijzigd de afgelopen dagen. Wat technische wijzigingen. ABOPL die had graag ook dat mensen
landelijk konden stemmen, dus buiten hun woonplaats. Wat is eigenlijk het probleem dat dat niet kan? Nou, ik voorzie geen probleem. Ik vind juist dat het moet. Om ervoor te zorgen dat de opkomst hoger wordt. Kijk, het gaat natuurlijk heeft het veel betrekking op de binnenlandbewoners. Maar ook voor de kinderen die hier op school zijn en in Nikeri wonen, is het toch handig dat je niet alleen voor één stemdag terug moet naar Nikeri, 3.000-4.000 gulden moet betalen. En dat je dat hier kan doen. Ook voor de mensen die in I Am Gold werken. Dus wij gaan een conceptwet voorbereiden. ABOPL. En die gaan we indienen. Dus ik denk dat goed gaat. Een conceptwet. Om dit weer te veranderen? Ja, dus in de wet van de kiesregeling staat dat je middels wetgeving, volgens mij is het artikel 130, dit weer kan veranderen. En dus dat gaan we gewoon doen. Want wij vinden echt, ik las een bericht van de heer Boksteen, dat iedereen moet kunnen stemmen waar je ook bent. En het is makkelijk uit te voeren. Dat is de regel, toch? Ja. Je moet als overheid eigenlijk er alles aan doen dat iedereen... Ja, vind ik ook. En ik vind, de laatste opkomst was 70%. Laten we proberen of we 75-80% kunnen halen. Ik vind het belangrijk als democraat dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. En u bent on track? Ik ben helemaal on track. Helemaal dus track. Dus ja. Eigenlijk al begonnen met het installeren van commissie. Ik heb een hele goede staf die echt ervaring heeft met verkiezingen organiseren. Ik heb vorige week een brief gehad van de president om de hoofdstembureaus te installeren. Dus we zijn helemaal on track. Wanneer zal dat gebeuren? Ik hoop dat binnen 2 weken in orde te maken, zodat jullie ook uitgenodigd worden. Mm-hmm. Oké, normaal komen er ook waarnemers bij verkiezingen. Nu ook? Ik dacht dat minister Ramdin had gezegd dat al CARICOM is uitgenodigd. OAS is uitgenodigd. OAS, ja, en is al gereageerd? Ja, zeker. OAS heeft gereageerd. En ik weet niet CARICOM, maar OAS zeker wel. Ja. Dus die gaan sowieso mensen sturen. Worden interessante verkiezingen. Mm-hmm. Interessante verkiezingen, ook voor de politieke partijen. Kijk, nu is het one man, one vote. Nu ga jij beslissen, ga je iemand in Coroni op een hoge plek zetten? Ga je iemand in Ikeri op een hoge plek zetten? Het worden strategische ook heel andere verkiezingen. Ja, heel bijzonder. Ja. Oké. Er zijn dit is misschien ook een beetje technisch. De verkiezingen zijn voor de deur. Kandidaten zullen moeten worden gesteld. Er komt een bepaalde lijstvolgorde. Waarom is er nog niet voor gekozen? Of welk systeem gaat precies worden gehanteerd? Is dat de persoon met de meeste stemmen die binnenkomt, of is het gewoon lijstvolgorde? Het is net zoals de vorige keer, lijstvolgorde, met uitzondering van degene die de voorkeur. Maar dat is toch niet echt zo democratisch? We leven in een partijenstelsel. De partij, u kunt niet zomaar uzelf voordragen. U kunt niet zomaar meedoen met de verkiezing. U moet meedoen met een politieke partij. Dus wij hebben een partijpolitiek systeem. Ja, maar als er een kandidatenlijst. De lijsttrekker die haalt, zeg maar wat hoor, hij is misschien toch niet zo populair. Hij haalt maar 10. En nummer 10 ergens of 20 op de lijst. Die haalt meer stemmen dan de lijsttrekker. En haalt de kiesdeler niet. Dan komt die niet binnen. Dat is door de partijleiding zo beslist. Dan komt die niet binnen. Omdat het is niet door de partijleiding. Het is door de politiek. Nee, maar de partijleiding heeft toch de plaats bepaald. En de partijleiding heeft dat waarschijnlijk bepaald op basis van de kunde van de persoon op nummer 1, de kwaliteit en misschien ook op basis van populariteit. En het bleek dat meneer nummer 10 of nummer 20, die haalt veel meer dan de leiding. Dan is die toch wat het volk wil? Nee, maar dan heeft die dat behaald op populariteit. Maar misschien heeft de partijleiding besloten op nummer 1 heeft veel meer bestuurlijke kwaliteiten. Dat kan. Maar we gaan toch, als we naar de verkiezing gaan, is het toch wat het volk wil? Klopt, maar en het volk wil meneer Bronto die op nummer 20 staat en die wil meneer Cairo op nummer 3 niet. Nou, het is... Dat zegt zo'n uitslag mee, toch? Het is zeker wat het volk wil, maar op de eerste plaats stemt het volk op de partij. Hier in Suriname en elke andere land die een partijpolitiek systeem heeft. Op de eerste plaats stemt het volk op de partij en dan op de kandidaat. Dus als het volk heeft gestemd op Percharlo, hoor, waarvan ik hoop Cliff gaat te lachen, dat er duizenden mensen hebben zo Percharlo gestemd. Dan bepalen wie binnenkomt. Zo is het. Dat is het systeem waarin we leven. Want u kunt geen partij oprichten, lijst van Ivan Cairo, dat werkt niet zo. U heeft statuten nodig, u heeft leden nodig. Dat is zo. Het is niet democratisch. Maar goed, dat is mijn mening. Ik vind het niet democratisch dat...
Ja. Nee, maar ook in het parlement is die discussie er geweest. Zou je dan niet bijvoorbeeld, los van de kiesdeler, iemand die 50% van de kiesdeler had, dan wel binnenlaten en zo. Maar het parlement heeft anders besloten. Laatste, maar goed. Sorry, hoeveel commissies zijn geïnstalleerd, zegt u? Financiën? Vier. Financiën, IT, communicatie en wetgeving. En het zijn interdepartementale commissies. En zij gaan dus nu eigenlijk... Ja, zij gaan mij ondersteunen om het werk wat we hebben uitgezet beter uit te kunnen voeren. Oké. Maar dat gaat goed komen. En nogmaals, ik ga ook dat aan Cliff sturen. De tentatieve verkiezingskalender, zodat jullie kunnen monitoren of aantrekken zijn. Normaal, ja, ik weet niet, laat maar zeggen normaal. Maar er is altijd een dag wanneer de president bekend maakt wanneer de verkiezingen worden gehouden. Ik dacht dat het meestal is tijdens de... Begroting? Jaarreden. Nee, bij de jaarreden. Ja. Dat wordt bekendgemaakt. Wordt ook dit jaar daar gedaan? Ja, zeker weten. De planning is... Of misschien daarvoor. Nee, waarom zo? Nee, de jaarreden. Bij de jaarreden gaat hij bekendmaken dat de verkiezingen... En de president moet... De verkiezingen zijn uiterlijk zondag 25 mei 2025. Maar wordt het uiterlijk zondag of kunnen we en die datum daarvoor... Of ervoor, maar niet erna. Nee, dat weet ik niet. Oh, erna kan niet. Maar dat is absoluut niet. Nee. Dus dat is des presidents. De verkiezingen uiterlijk 25 mei volgend. Maar misschien heeft u die vraag gesteld omdat het dit keer op een zondag valt. Nee, ik heb op zondag gesteld. Nee, omdat de vraag vaker in mij is gehad. En ik zou er geen probleem mee hebben op een zondag. We moeten er wel voor zorgen als overheid dat er genoeg bussen rijden. Ja, we hebben verkiezingen op zondag gehad in dit land. Ik weet het. Dus ik ga ervan uit dat het 25 mei is. Maar dat is des president. Maar is het al in de regering besproken? Misschien voor een dag ervoor, een andere dag? Er is niet besproken voor een andere dag. Dus daar is niks over besproken. Alright. Dus de samenleving kan de communicatie en voorlichting over de komende verkiezingen binnenkort verwachten? Zeker, daar gaan we zwaar op pushen. Zeker weten. Oké, een andere zaak, minister. Niet zo lang geleden heeft u een term geïntroduceerd. Misschien kunt u een beetje uitleggen, want ik heb niet echt begrepen wat u bedoelt. Halal politiek. Ja. Wat bedoelt u met halal politiek? Nou, als moslims kennen wij de term haram en halal. Halal is datgene wat is toegestaan. En ik vind dat halal politiek wij de mens centraal moeten stellen. En niet zozeer aan het kapitaal moeten denken. Alleen maar geld maken of een gedeelte van het kapitaal of gedeelte van het geld van de rijkdommen gaat bij een elite groep. En dat mag sprenkelen over de bevolking. Wij zeggen, als halalpolitiek moet de mens centraal staan. En dat hebben wij als Pertjuilenhoor bewezen. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Kijk maar naar de kwestie Palestina. Is Pertjuilenhoor de enige politieke partij die de kant heeft gekozen van de onderdrukte. En dat is wat ik bedoel met halalpolitiek. Dus eigenlijk zegt u van, moet ik dat zien als een zuivere politiek? Ja, maar en dan ga ik een beetje dat nederige wat wij als moslims leren op me doen. Dat moet niet betekenen dat ik de heiligste ben. Het moet niet betekenen dat ik de zuiverste ben. Maar wel een betere vorm van politiek. Een vorm los van valse beloftes, los van liegen, los van schelden naar elkaar. Maar nogmaals, dan ga ik wil me niet voordoen alsof ik de heiligste ben. Maar alsof als ik zegt, de professor ben. Ik wil er wel naar streven. We zien op podia van PL, zien we dan... Dat halal nog niet echt uitdruk, want je ziet ook nog daar nog steeds beschuldigingen. Dan heeft u niet goed gekeken. Dan moet u kijken naar dat van gisteren. We gaan de goede richting op. Wij hebben dus, vaker dus jullie gezegd, zijn er nog niet? We zijn verder als anderen, dat zeker wel. Dus eigenlijk wat ik de minister wil zeggen, hij wil afstappen van dat je op een podium staat en anderen zit af te kraken, maar liever gaat praten over het jouw beleid, visie, jouw ontwikkelingsvisie, jouw plannen en eigenlijk de anderen niet gaan zwart maken. Dat is halal wat mij betreft. En het plan is belangrijk. En nogmaals, ons partij kan beoordeeld worden op basis niet van alleen onze woorden, maar ook onze daden. We hebben het er net over. Nu is het woord modewoord sociaal zijn. We zijn een sociale partij, sociaal dit, maar het is wel Pertjuilenhoor als enigste partij die kinderinternaat heeft, als enigste partij die bejaarden thuis heeft. Dus wij kunnen al beoordeeld worden op onze daden qua sociaal zijn. En nogmaals, dat van centraal, mens centraal zijn. Wij zijn een partij die niet afhankelijk is van grote sponsoren, niet angstig is voor grote landen. Dus kunnen wij kant kiezen van de onderdrukte. Mensen, misschien in uw omgeving niet of in uw omgeving niet, maar die kwestie in Palestina wordt erg zwaar opgenomen door onze mensen. En het is erg gewaardeerd dat wij de kant hebben gekozen van de onderdrukte. En is uw partij ook
een partij die zegt, wij gaan geen mensen plaatsen vanwege loyalisme, geen friends and family, maar we gaan kijken naar competentie. Of worden gewoon beleidsadviseurs gemaakt, schoonmakers in dienst genomen à la Dol. Want dat is wat er gebeurt. Hè? Nou, wij zijn een politieke partij die in Suriname leeft. We gaan niet doen alsof we nu de heiligste zijn. We zullen zeker een paar mensen in dienst nemen die hebben gewerkt voor de partij. Maar de balans moet zijn dat er ook veel capabele mensen op de juiste plekken worden gezet om Suriname beter te maken. Maar ik ga niet tegen u liegen. Ene mevrouw Gloria, nee hoor, we gaan heilig. Maar nee, dat ga je niet van horen. We zullen zeker een paar mensen in dienst nemen. En hebben dat ook gedaan de afgelopen periode. Suriname politiek is dus dat je mensen die goed zijn geweest voor je partij, die mag je in dienst nemen. Nou, balans moet er zijn. Kijk, als de mensen hard hebben gewerkt voor de partij en als je de mensen toch kan inzetten in het beleid, waarvoor zou je ze dan niet in dienst nemen? Maar het moet niet zo zijn dat je 17.000 mensen in dienst neemt of 6.000 mensen in de maand mei, juni, juli, nadat je dat gaat de verkeerde kant op. Daar moeten we van afstappen. U heeft gisteren op die massameeting van ABO-PL. Massameeting van PL, laat dat duidelijk zijn. Een massameeting van ABO-PL doen we in het AK-stadion. Eerlijk. In ieder geval van PL, maar ABO was aanwezig. Onze grote vriend ABO was er ook zeker. En daar zegt u als ondervoorzitter, de PL is in volle glorie hersteld. Op basis waarvan zegt u? Nou, we hadden dat voorgesprek al. Kijk, ik zie dat bij andere partijen, laat me zo beginnen. Elke partij in Suriname of de meest grote partijen hebben een basis. De VHP heeft als basis de Hindoestaanse groep. Mm-hmm. Het heette zelfs vroeger de Verenigde Hindoestaanse Partij. De NPS heeft de Creoolse groep, Abob de Marons en wij de Javaanse groep. Wij, na de slechte verkiezingsnederlaag van 2020, zijn we gelijk teruggegaan. En onze wonden gelijk en kijken waar is het fout gegaan. We als partij hebben een aantal fouten gemaakt. We hebben mensen weer geïntroduceerd die de partij al kwaad hebben gedaan. En daar was het volk niet echt tevreden over. En toen hebben wij met partijen samengewerkt waarvan het volk zegt, dat wilden we eigenlijk niet. Maar belangrijk is dat we hebben constateren dat onze mensen zijn misleid en verleid bij de vorige verkiezing. Halve leugens, hele halve beloftes. En de mensen komen terug. En dat hebben we ook gemerkt. Mm-hmm. Waar onze basis volop aanwezig is bij onze partijvergaderingen, zijn ze zo goed als afwezig bij andere partijvergaderingen. Mm-hmm. Bij andere politieke partijvergaderingen. Mm-hmm. En dat is een teken. Ik zeg niet dat we gelijk van 1 naar 10 zetels springen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we weer het vertrouwen van het volk terugkrijgen. En weer onze positie gaan claimen. Bent u voor etnisch politiek dan? Ik ben voor realiteit. En de realiteit is nu voorlopig zal er nog steeds etnisch worden gestemd. En ik ben Javaan, een trotse Javaan, een trotse Surinamer die opgegroeid is tussen Kriolen. Maar als mijn Javaanse groep zich niet goed vertegenwoordigd voelt bij andere partijen, dan ga ik niet zeggen nee, je ga je nu ontvangen. Maar ook onze partij is niet alleen, ik zeg dat alle, zo net al, niet alleen om de woorden te beoordelen, maar ook op onze daden. We hebben Hindustanen als parlementariërs gezet, Kriolen als ministers, Chinezen als ministers. Onze partij is daadwerkelijk een nationale partij, maar de basis blijft de Javaanse groep en de moslims. Oké, u zegt van, u zal niet beweren dat we van 1 naar 10 zetels zullen springen. Maar wat is in uw realiteitsbeeld een haalbare kaart. Met deze kiesregeling, als wij de zetels krijgen die we alle andere verkiezingen hebben gehad, behalve de afgelopen verkiezing, 6 zetels, dan zou ik tevreden zijn. Dus. En wat is uw ambitie dan? Minister weer te worden? Nee, ik heb geen ambitie. Ik zou niet eens minister worden. Ik ben minister gevraagd door de voorzitter, omdat dat stukje van die verraad zat. En hij weet, zijn eigen zoon gaat hem niet verraden. En daar heeft hij gelijk in. Maar ik heb geen ambitie. Ik ben een instrument van de Almachtige. Waar hij me wilt hebben, zal ik zijn. Als ik ooit naar Asiana toe moet, misschien daar helpen. Ik weet het niet. Maar ik ben bereid om het land te dienen in welke vorm dan ook. De ABOP-voorzitter die heeft al bij 2 vergaderingen aangegeven van 100.000 stemmen te verwachten voor zijn partij. En gisteren die er een schepje bovenop, 40.000 erbij voor Somohardjo. Dus samen al 140.000 voor PL ABOP. Is dat realistisch? Nou, Het is niet onrealistisch. Je hebt nu een partij die 120.000 stemmen heeft. Met de nieuwe kiesregeling gaan
wegen open, deuren open. Kijk, vroeger gingen ze huis aan huis en zeggen, kijk, je hoeft niet op het Tjuiloor te stemmen, want per Tjuiloor heeft in dit district niet genoeg als basis. Dus wanneer je op het Tjuiloor stemt, is het een verloren stem. Maar nu kan dat niet meer. Nu wordt alles bij elkaar opgetemd. Dus de mensen die vroeger bij vorige verkiezingen gedemotiveerd waren, omdat ze het gevoel hadden dat hun stem toch niet genoeg waard had, gaan nu wel stemmen. Dus wij geloven, kijk, bijvoorbeeld de Javaanse groep heeft alleen al 65.000 kiesgerechtigden. De moslimgroep is 20% van de bevolking. De Maron-groep is al bijna 95.000. Dus het is niet onrealistisch. En dan heb je nog een hele jaar verkiezingen. We gaan plannen nu elke dag huis aan huis, straat voor straat, om je plannen door te geven. Dit willen we met Suriname, sociale beleid. Dus ik zou zeggen, als de heer Brunsberg had gezegd 300.000, dan is het onrealistisch. Maar 140.000, het kan. Maar het kan ook zo goed 80.000 zijn. Het kan ook zo goed 60.000 zijn. We hebben nog een jaar. Een jaar is in een politiek leven is dat verschrikkelijk lang. Zelfs een dag kan er veel gebeuren. Dus het hangt uiteindelijk van de kiezer af over een jaar. En hoe bepaalt, hoe weet ik bijvoorbeeld als kiezer, ik mag niet stemmen. Maar hoe weet je nou als kiezer of je geregistreerd bent dat mensen, dat ik een uitnodiging krijg? Ja, dus er zijn wettelijke ter inzageleggingen. We hadden afgelopen maand een digitale. En daar kunt u uw kiezerslijsten, uw gegevens intoetsen en kijken of u bent geregistreerd. Dus dat is allemaal geregeld. Met het goedkeuren van de wet van 2 weken geleden is er wel voor gezorgd dat de kiezerslijsten niet meer worden gepubliceerd. Dit rekening houdende met de privacy. Maar alle politieke partijen gaan de kiezerslijsten wel krijgen, zodat ze kunnen valideren. U zegt, in verband met privacy, hoe bedoel je? Ja toch, want bij de kiezerlijst is adres, naam en niet iedereen hoeft te weten waar u woont. En ik vind dat een beetje gevaarlijk. Dus we hebben besloten met de nieuwe kieswet, het wordt niet gepubliceerd, maar alle partijen krijgen wel de kiezerslijsten om te valideren. Ja. En ik kan zeker weten van, ik krijg mijn stembiljet, want ik sta geregistreerd als kiezer. Ja, en dan kunt u ter inzagelegging, er zijn wettelijke ter inzagelegging, kunt u kijken of u bent geregistreerd. Ook voor de first-time voters? Zeker weten, en die first-time voters is volgens ons berekening 45.000 first-time voters. Wow. Ja. Oké, dat van die verkiezingskalender, wanneer begint die te lopen? Het loopt al. We doen al activiteiten die op de verkiezingskalender staan. Ik ga u later, wanneer ik in de auto zit, ga ik het voor jullie appen. Dan kunnen jullie dat volgen. Maar het loopt al. Weet je, er staat bijvoorbeeld de partijen moeten zich 3 maanden van zo'n kalender. Ja. Dus dat is al klaar. Dat ga ik dat voor jullie opsturen. Oh, graag. Alright. Oké, maar er komt geen, zeg maar, je zegt over 2-3 weken misschien dat die hoofdstembureaus worden geïnstalleerd. Worden mensen al getraind? Ja, training is ook al begonnen. Ik dacht dat die 2 jaar, was het niet al 2 jaar dat u was begonnen met trainen? Maar er zijn dat was toch te vroeg? Nee, maar er zijn verschillende trainingen. We willen ook de DC's trainen. We hebben zelfs een voorstel gedaan, omdat veel van de DC's nieuw zijn. Ja. Een beetje onervaren in het werk. Dat we de hulp gaan inroepen van oud-DC's. Mm-hmm. Die, als zij dat wensen, die hun kunnen bijstaan in het verkiezingsproces. Mm-hmm. Want een verkiezing organiseren is niet makkelijk. Mm-hmm. Je moet ervoor zorgen dat alle puntjes op de i zijn. En ik denk dat de hulp van oud-DC's, we hebben heel veel ervaren ODC's, dat we hen kunnen vragen om mee te helpen. En dat gaan jullie doen? Ja, zeker weten. Zeker weten. Oké. U zegt 800 miljoen is vrijgezet. Ongeveer op het budget. Ziet u misschien redenen waarom dat zou kunnen oplopen? Nee, vooralsnog nu niet. De mensen van Binnenlandse Zaken hebben samen met financiële begroting opgesteld. Dus ik zie vooralsnog geen redenen dat het zou oplopen. We hopen natuurlijk dat er niks vervelends tussen komt. Vergeet niet, bij de vorige verkiezing hadden we corona. Dat was iets wat echt heel veel roet in het eten heeft gegooid. Voor heel de wereld trouwens. Maar ook voor ons als verkiezingen. Het was volgens mij 2 of 3 weken voor verkiezingen dat wij te maken hadden met corona. Dus alle campagnes werden stopgezet. Hoe moet je de stembureaus inrichten? Dus ik hoop, ik smeek dat de almachtige dat het dit keer niet zo wordt. Dus als er niks vervelends komt, dan is die 800 miljoen sufficient. Ja, en hoe zit het dan? Worden extra mensen in dienst genomen? Ja, er worden extra mensen in dienst genomen. Voor dat stuk alleen? Als er bijvoorbeeld we duidelijkheid hebben over hoeveel partijen gaan meedoen met de verkiezingen, dan kunnen we ook de kiesbiljet bepalen. En dan zou je meer mensen nodig hebben moeten bij de telling. En dus het stembureau zal anders worden ingericht. Maar dat is allemaal al voorzien. Maar er zijn toch die spookambtenaren, die kun je dan makkelijk inzetten voor ja, maar die spookambtenaren moeten ook getraind worden en willen ze wel. Dus Oké, laatste vraag, minister. Want zien dat u is vergevorderd. Ja. We hebben CBB.
We hebben een nieuwe ID-kaart met allerlei, volgens die wet, allerlei snufjes zouden erbij komen. Maar tot nu toe kunnen we het alleen nog gewoon als identiteitskaart gebruiken en niet voor die andere dingen. Wanneer wordt het voor volledig, om het maar zo te noemen? Onze e-ID-kaart zal pas volledig zijn als er, het heet zo, een e-registry wordt gebouwd. Een e-registry is een datasysteem dat alle departementen met elkaar linkt. Dat wanneer je je kaart hebt, dat je kan swipen. Ivan Cairo, zijn serienummer, de geboortedatum. Oh, hij ontvangt zoveel bij uitkering, hij krijgt dit en dat. Maar wat er is gebeurd, er is eerst een e-ID-kaart geïntroduceerd. Gewoon een plastic stukje plastic. Heel mooi project. 100, ik weet niet hoeveel miljoen. En die e-registry is nog niet gemaakt. Dus er moest eerst een e-registry worden gemaakt. En dan pas moet geïntroduceerd. En daar zijn we nu mee bezig. Maar dan moeten alle brondocumenten worden gevalideerd. Dan moet dit worden gezet. Dus daar ben je nog een tijdje mee bezig. Dus ik hoop... Je zegt een tijdje... Niet voor deze periode. Nu gaat onze kaart alleen maar een kaart zijn. En dat is erg zonde, omdat het heel veel geld kost. Wow. Terwijl de kaart heel veel potentie heeft. Ja, dus daarom vraag ik, u zegt we moeten die e-registry gaan opzetten. Hoe lang gaat het nog kunnen duren? Nee, e-registry wordt opgezet door het bedrijf zelf, door Flattecom. Ja, dus maar hoe lang gaat het duren? Wat moeten ze nog betalen? Dus de vraag is, want eigenlijk wil ik het niet zo stellen. Er is een betalingsachterstand bij Flattecom. Wanneer wordt het ingeloofd? Er zijn al gedeeltes betaald. Dus het is niet dat we stil hebben gezeten. Er is al een aantal keren betaald en er is een goede afspraak gemaakt met Flattecom. En ook in het contract staan dat hun ook de e-paspoorten gaan doen. Mm-hmm. Want deze regering wil overgaan tot e-paspoorten. Want dan kunnen we met de Europese Unie praten ook over de afschaffing van de visum. Dus er zijn al betaald. Praten we hier over een periode van 2 jaar, 3 jaar voordat het zover... Aan mij ligt het volgende maand al. Dus ik heb de gedeeltes al afgesproken met financiën. Dit zijn de betalingsachterstanden. Ze hebben al een beetje betaald. Nu moet er met dingen overeenkomen. Maar het is niet alleen e-registry. We praten ook met hun over de e-paspoort. Ja. Het is het hele contract wat we met ze hebben ondertekend. Hoeveel moet totaal aan afgelast? Hoeveel kost dat project totaal? Als ik het uit mijn hoofd heb, nog een $6 miljoen. Afgelost. En het project totaal was volgens mij 12 of 14 miljoen, als ik het goed heb. En dan ga je dus nu ander geld uitgeven voor een kaart, omdat die ene nog niet zo ver is. Het is dezelfde kaart met chip en zo. Maar die e-registry is nog niet gebouwd. Zodra we dat rond hebben, dan heb je echt veel aan die e-ID. Het kan dan zelfs een vervanging worden voor die money cartas. Ja. Maar de e-registry moet eerst gebouwd worden. Okay. En er is nog geen zicht wanneer het geld op tafel is om het af te ronden. Dus ik ben geen minister van Financiën. Ik kan het wel ook zo vragen. Minister, het was een waar genoegen om u vandaag bij ons te hebben. Het was een prettig gesprek. Hopelijk wanneer we een volgende keer weer een beroep op u doen, dat u bereid bent uw zondagmiddag op te geven om ons te woord te staan. Hartelijk dank dat je er was. Gloria, bedankt dat je er weer was. Als je nog iets te zeggen hebt. Jullie bedankt voor de uitnodiging. En ik heb het net al herhaald. Ik ga jullie nodig hebben voor het welslagen van de verkiezingsorganisatie. Met jullie bedoel die de journalisten, pers. Ja. De pers zeker weet. En die wil ik betrekken. Want het is niet een makkelijke opgave. Maar met hulp van jullie, met hulp van de andere politieke partijen. Alle actoren weet ik zeker dat het een succes wordt. En nogmaals bedankt. En of ik me volgende keer mijn zondag ga opofferen, dan moet Cliff wel een lekkere portie eten hebben. Want ik heb honger en ik ga nu naar Burger King om eten te halen. Goed. Dat gezegd hebben, dan gaan we eruit voor vandaag. Luisteraars, dit was Retrospectie. Tot de volgende keer.